is vandaag Bart Larivière van de CSI UGent. Goed, Ja. alsjeblieft, Bart. Ja, dankjewel Evelien voor de introductie. Goedemorgen iedereen. Ik ga het vandaag hebben over een van mijn passies. Mijn passies is eigenlijk om informatie uit klanten te krijgen. En die informatie noemen we vaak feedback. Ik denk dat dat belangrijk is, verschillende dingen. Dus we moeten eerst begrijpen wat feedback kan zijn. Dus feedback denken we in de eerste plaats aan een klant die tevreden is. Maar een klant kan ook bijvoorbeeld ontevreden zijn. En dan is feedback zeker belangrijk. Dat kan in de vorm van een klacht zijn. Het kan ook zijn, heel extreem, dat de klant zegt, je hebt iets goed gedaan, dus dat is een compliment. Of zelfs ook neutrale feedback kan bijvoorbeeld zijn, iemand zegt, ik heb een idee ter verbetering of een suggestie hoe dat je misschien je product of de dienstverlening anders kan doen. Dus ik denk dat het belangrijk is om eerst het begrijpen van feedback in kaart te brengen. En vervolgens, als we het begrijpen, kunnen we het inventariseren. Inventarisatie heeft eigenlijk invloed op verschillende aspecten. Je kan tevreden zijn over bepaalde dimensies, voor producten, de manier waarop je dat krijgt enzovoort. En daarbij is het eveneens belangrijk om dat te bekijken van het hele traject. Dat is eigenlijk de journey die een klant aflegt. Je hebt vele contactmomenten dat iemand het product of de dienst in aanraking komt. Dat kan met medewerking van het bedrijf zijn, personeel ja of nee. Waarbij je de dag van vandaag ziet dat er toch dat complexer wordt omwille van kanalen. Je hebt mobile, je hebt online, je hebt in de winkel, bij u thuis enzovoort. En het laatste ding, altijd eigen aan marketing en management. Niet elke klant is gelijk en er zijn waarschijnlijk heel veel verschillen tussen klanten. En we spreken vaak eens van belangrijke segmenten die we moeten onderscheiden. Het laatste is een beetje gerelateerd aan mijn passie ook van statistiek. Ik denk dat meten weten is, zeg ik vaak. Het is niet enkel dat je iets moet begrijpen, inventariseren, je moet dat ook effectief doen. En Evelien en ik hebben samen ook een tool gekozen achteraf om jullie op het einde van dit seminar aan het werk te zetten. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Klantenfeedback, zoals je ziet, niet alle klanten zijn gelijk. We hebben lachende gezichtjes, extreme, maar ook neutrale of zelfs boze gezichtjes. En ik denk dat dat belangrijk is voor een bedrijf dat je dat weet, dat niet iedereen een lachend gezichtje is, maar als ze lachen willen weten waarom ze lachen, maar ook als ze niet lachen en ontevreden zijn, willen we dat ook heel graag begrijpen. Als we gaan kijken naar klantenfeedback, dan hebben we een selectie gemaakt. Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om te verstaan. Het eerste basis is eigenlijk verwachtingen. Alles begint met verwachtingen. En daaraan is ook de tolerantie gekoppeld die iemand heeft, de performance en zo verder. Dan gegeven deze drie componenten gaat een klant altijd beslissen, ga ik feedback geven, ja of nee? Hoe kunnen we dat als bedrijf gaan stimuleren? En waarom wil een bedrijf überhaupt bijvoorbeeld deze feedback ontvangen? En last but not least, feedback is niet iets van één persoon. Ik ben blij dat u er vandaag bent, maar ik hoop dat u uw ganse organisatie kan overtuigen. Het is een soort cultuur, een mindset. Iedereen moet backstage en iedereen in de organisatie moet eigenlijk een beetje dezelfde filosofie hebben om dat te doen. Goed, expectations is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat is eigenlijk een beetje zoals een kind dat een cadeautje krijgt. Of het feit dat dat meisje hier is een klein pakje naar haar hoofd en naar handen is aan het nadenken van kijk, wat gaat het zijn? En ze is allemaal een verwachting aan het doen. Is het iets van Ninjago bijvoorbeeld? Of is het iets van Barbie? Of iets van Elsa? En zo verder. En op het moment dat ze dat pakje opent, zal zij geconfronteerd worden en zal zij blij zijn of niet. Dus eigenlijk begint het vaak met wat mensen verwachten of in expectations. Dat is hetzelfde ook in een economische context. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk en naar vak dat ik doseer, sommige studenten komen naar mijn les en die zitten daar de eerste dag en die hebben totaal geen idee. Wat niet fout is, wat gebeurt heel vaak. Dat is niet slecht, dat is de werkelijkheid. Dus sommigen komen naar mij toe en hebben geen verwachtingen. Anderen hebben wel een duidelijke verwachting, hebben een idee van, kijk, die cursus gaat gaan over die componenten. En kunnen bijvoorbeeld veel verwachtingen hebben. Sommigen zeggen van, ik verwacht die en die topics te hebben, maar ik verwacht dat de docent voor mij klaarstaat of dat cases gaan krijgen. Dus voor sommigen is dat veel of weinig. Sommige mensen zijn heel realistisch in verwachtingen, hè, maar sommige mensen zijn ook onrealistisch. Ze verwachten misschien dingen die ik niet kan of die ik misschien niet wil geven voor de prijs dat ik aanlever, hè, waarvoor ik betaald word, hè. Verwachtingen kunnen ook wijzigen over de tijd. Denk bijvoorbeeld, iemand komt bij jouw bedrijf in aanraking voor de eerste keer, hè, wat hij heeft verwachtingen of zij in verband met informatie vergaren, dan gaat het in verwachtingen in functie van het product voor de eerste keer gebruiken of de dienst, en dan kan die verwachtingen wijzigen naar gelang men meer vertrouwd is of een andere relatie met u heeft. Hè. Het kan ook verschillend zijn in situaties. Bijvoorbeeld, je hebt veel tijd of weinig tijd, je gaat je product consumeren thuis met familie erbij.
Het is ook altijd heel afhankelijk van de prijs. Hè. Heb je heel veel moeten betalen, hoe meer je betaalt, hoe hoger je verwachtingen zullen zijn. Ik denk dat iedereen dat wel doorheeft. Hè. Maar vooral het belangrijkste is met verwachtingen, dat is het last is not least, hè, is dat het vooral verschillend is tussen personen. Hè. Dus twee personen in dezelfde situatie zullen, omwille van hun heterogeniteit in hun persoon, hun opvoeding, degene die ze zijn, waarom dat ze een product of dienst willen, heel anders zijn. En we gaan dat moeten managen. Ik krijg hier nog een aanvulling binnen via de chatbox. Ze worden hier geconfronteerd met concurrenten die de verwachtingen van hun klanten ook gaan bijstellen. Omdat de concurrent meer aanbiedt of ander soort dienst aanbiedt, worden zij ook geconfronteerd met gewijzigde verwachtingen in hun klantenpotentieel. Ook zeker een aandacht. Ja, zeker. Ik denk dat het verwachtingen van jouw klanten ook bepaald wordt door wat andere providers aanbieden. En ik denk dat het ook tevens belangrijk is om dan duidelijk te gaan managen. En managen gaat eigenlijk altijd neerkomen op communiceren, waarbij je duidelijk gaat zeggen, wat kan je verwachten van bij ons product en zo verder. Dat kan ook, ik kom daar straks nog op terug, kan bijvoorbeeld zijn via de website of wat dat je uitstraalt in met je merk. Goed, het volgende, naast de verwachtingen gaan we een tolerantiezone hebben. Dus tolerantiezone is eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt enerzijds het minimum dat je verwacht en anderzijds het ideale, het desired. Hè. Voor sommige mensen gaat het minimum en het desired hetzelfde zijn en voor andere mensen kan dat verschillen. Dus voor sommige mensen is die ruimte heel groot en zo verder. Hè. Dat is eigenlijk, vanuit literatuur wordt dat door heel veel factoren beïnvloed. Hè. Dus het wordt gezegd, waarom is voor sommige mensen wat ze ideaal willen of een minimum anders? Dat is bijvoorbeeld wat ze verwachten te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat je expliciet zegt, bijvoorbeeld op een website, als ik soms naar een website ga, ik wil een product kopen of een dienst, ik ga naar een website. Wat je op die website zet, is eigenlijk voor veel mensen de dag vandaag de eerste vorm om verwachtingen te gaan creëren. Dus niet wat, ben je een prijsspeler? Ben je iemand die service aanbiedt? Je kan uit heel veel websites voelen wat type bedrijf dat je bent. Hè. Je kan ook bijvoorbeeld impliciet zijn, dat is bijvoorbeeld de prijs of het imago. Hè. Als je een bepaalde prijs hebt en zo verder, hè, gaat dat ook je verwachtingen gaan bepalen. Wat ook belangrijk kan zijn, is, en dat wordt steeds belangrijker, is wat andere mensen over jou zeggen. Hè. Dus die andere mensen kunnen concurrenten zijn, maar ook klanten die zeggen van, kijk, dat is een goed bedrijf of niet, een goed product, ik raad je dat aan. Dat wordt steeds meer belangrijk, ook vandaag de dag met social media. Je vorige ervaring kan ook een invloed hebben, uiteraard. En aan de linkerkant staan een paar dingen in. Van, het is uiteraard verschillend van persoon. Sommige personen hebben heel veel eisen en zijn veel eisend, hebben heel veel ogenverwachtingen naar jou toe. Anderen zijn gemakkelijker. Het kan zijn dat je zegt bijvoorbeeld, ik ben nu vandaag in Leuven en ik moet straks naar huis, ik wil snel iets eten, dat is een temporary satisfactie dat ik nodig heb. Of ik kan zeggen van, kijk, ik ga morgen mijn trouwfeest geven, dan gaan mijn verwachtingen anders zijn, omdat ik het meer intens wil. Het kan ook bijvoorbeeld zijn, in functie van alternatieven, is er veel concurrentie op de markt, kunnen ze zich al dan niet differentiëren. Kan ook zijn, heb ik het zelf in de hand? Sommige mensen willen alles in de hand hebben en weten wat ze goed willen. Dus dat gaat ook hun verwachtingen creëren en zo verder. Of ook situaties waar ze zeggen van, kijk, het is een drukke dag. Ik heb respect voor dat het een drukke periode is of vakantieperiode. En het kan ook weer verschillend zijn tussen mensen. Sommigen hebben dat wel en anderen bijvoorbeeld niet. Hè. Maar kort eventjes te zeggen, dus een belangrijk iets is de ervaringen. Maar de ervaringen zijn heel moeilijk te vatten, omdat die door heel veel factoren kunnen beïnvloed worden. Dit is eigenlijk maar een greep van enkele dingen, maar dat is op zich niet alles. Hè. Dat brengt mij bij het volgende puntje eigenlijk. Gegeven dat we verwachtingen hebben en dat mensen ook een bepaalde tolerantie hebben, gegeven die verwachtingen tegemoet te komen, gaan mensen simpel gaan kijken, wat heb ik verwacht, wat heb ik gekregen? En het is heel simpel, dat is eigenlijk de basis of de definitie wetenschappelijk voor tevredenheid. Als je krijgt wat je dacht, of je krijgt meer, ben je tevreden. Hoe meer je krijgt ten opzichte van wat je dacht, hè, ga je extreem tevreden zijn. Er is ook soms een strekking die zegt, je moet mensen gaan verrassen, je moet hun gaan delight maken van, wauw, dat is zo dat ik echt niet verwacht dat ik ging krijgen. Ik ben daar op zich niet altijd fan van, ik kom daar straks nog op terug. En dan, anderzijds heb je helaas ook altijd dingen dat mensen niet hebben gekregen, wat het is, dat kan zijn omdat je product fout is, maar het kan misschien ook soms zijn dat de mensen een verkeerde verwachting had. Misschien gewoon een kwestie is van informeren wat ze kunnen verwachten. Hè. Een juiste prijs voor een juist iets, bijvoorbeeld. Hè. Goed.
Ik wil dit kort eventjes, ik ben ook een academicus, plaatsen in een bredere context. Dus als we kijken naar tevredenheid, wat ik zo net heb gezegd, dus het verschil tussen verwachtingen en performance is de eerste gap. Dus dat is eigenlijk in welke mate heeft de klant in zijn gedacht iets gedacht te krijgen en wat heeft hij of zij gekregen. Maar je kan dat ook ruimer bekijken en vanuit het perspectief van je bedrijf. Een tweede gap bijvoorbeeld is de mate waarin dat uw bedrijf denkt te weten wat de verwachtingen van de klanten zijn. Dus daar kan eigenlijk al een probleem zijn. De perceptie die jij hebt, wat dat jij denkt, wat je klanten willen, is dat effectief wat je klanten willen? Dat is ook eigenlijk een soort feedback dat belangrijk is, ongeacht het feedback van de klanten zelf. Een andere gap, of een soort feedback dat belangrijk is, is dat je moet nagaan van, kijk, vanaf dat je een idee hebt als bedrijf, dat wil ik doen, hè, dat zijn de verwachtingen van mijn klanten, dan moet je dat eigenlijk proceduren of standaarden hebben. En dan kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga mijn personeel een bepaalde training geven om de service of het product aan te leveren. Hè. Dermate dat je die vertaalslag goed maakt, kan terug een gap zijn. Hè. Het volgende is, jij kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb hier bijvoorbeeld 30 personeelsleden, ik ga zeggen van, kijk, gegeven wat mijn klanten willen, ga ik dat doen, ik ga dat aan 30 mensen die bij mij werken zeggen. Daarom gaat niet elk personeelslid even gedreven of geëngageerd zijn om dat te doen, dat is weer een vervolgende gap, wat dan kan contrasteren met wat je gecommuniceerd hebt, bijvoorbeeld op je website, enzovoort. Dus al deze informatie-items of situaties in een bedrijfscontext kunnen zijn eigenlijk de moeite waard om feedback te verzamelen. Hè. Dus als je geïnteresseerd bent in feedback, is het niet enkel in functie wat de klant denkt en heeft gekregen, maar ook intern in je bedrijf, hoe dat de verschillende werknemers ten opzichte van de klanten staan, hoe dat jij denkt dat je feedback kan krijgen van je klanten, enzovoort. Iets wat ik ook graag wil meegeven, hè. Dus je kan zeggen van, kijk, je kan een goed bedrijf zijn, je kan echt procedures hebben, je kan je personeel motiveren, je kunt allemaal dezelfde mindset hebben, maar fouten zijn onvermijdelijk. Hè. Wat je ook doet, hè, dat is ook in een relatie zo, je mag je best zijn, ik mag de beste partner willen zijn, ik zal altijd fouten maken, helaas. Hè. Maar op zich is dat niet erg, dat is eigen aan de mensheid, fouten maken. Dus ook hoe goed dat je wilt zijn, je gaat altijd fouten hebben. En fouten is eigenlijk ook een vorm om feedback van te krijgen. Dus wat gaan we dat doen? Via een recovery. Dus we gaan proberen acties te ondernemen naar klanten toe om die feedback in kaart te brengen. Ik wil daar even tussenkomen. Ja. Ik heb daar een heel leuk voorbeeld van. Dat is iets wat op internet circuleert. Het gaat over iemand die iets besteld had bij bol.com, namelijk een nachtlampje in de vorm van een koe voor zijn kindje. Ja. Hij krijgt een bericht terug dat het nachtlampje helaas niet meer voorradig was, ondanks het feit dat het wel zo geafficheerd stond op de website. Dus daar heeft bol.com een fout gemaakt. Maar in plaats van die teleurstelling eigenlijk te veroorzaken bij de klant, heeft bol.com het slim aangepakt en heeft twee schaapjes in de vorm, dus nachtlampjes in de vorm van een schaapje toegestuurd. Dus de klant kreeg meer dan hij verwacht had. Ja. Plus een hele leuke brief waarin dat er een verhaaltje wordt verteld van ja, de koetjes zijn op vakantie, maar we hebben in ruil gezorgd voor een kudde schaapjes. Dus het was eigenlijk van een fout naar een hele leuke ervaring gaan en zo customer delight creëren. Ik weet dat jij daar niet altijd van bent, maar ik vond het wel een heel mooi verhaal. Ja, wat ik tof vind aan het verhaal is dat je duidelijk ziet, ik kom daar straks ook op terug, op verschillende dimensies. Het is niet enkel wat je doet, maar ook de hoe je het doet. Ja. Je kan soms creatief zijn door een brief. En de sessie gaat vandaag over feedback in het algemeen, maar je zou bijvoorbeeld een webinar over klachten kunnen geven. En dan zie je ook vaak dat de manier waarop je met klanten omgaat, of wat dat mensen in de eerste plaats, als ze nog niet heel kwaad zijn, gewoon het rechtgezet willen hebben. Hè. Of mensen verstaan ook wel in bepaalde contexten wat er gebeurt. Hè. En wat dat Evelien ook duidelijk aantoont, is de dag van vandaag, ik kom daar straks ook eventjes bij terug bij feedback. Kijk, Evelien heeft dat niet meegemaakt, maar het is wel bij aangekomen. Anders gaat zeker niet het ding van social media. Je kan zeggen van, kijk, mijn bedrijf, wij doen daar niet aan mee. Dan zeg ik, ja, tompie, eigenlijk, want je klanten wel. Dus je kan dat niet negeren. Wat jij hier een beetje ziet bij feedback is belangrijk. Want feedback in functie van problemen geeft negatieve emoties. En klanten hebben, al het is een simplistisch schema, hebben eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel gaan ze daar iets mee doen, ofwel gaan ze dat voor zich houden. Dus ofwel gaan ze die feedback uiten via een klacht. Dan kan je dat doen naar u als bedrijf. Ze kunnen dat doen ook naar bijvoorbeeld een ombudsman, of bijvoorbeeld zoiets vroeger bij op tv. Hè. Bijvoorbeeld het recht van antwoord kan ook. Hè. Of in een tijdschrift, of op een website online. Maar ze kunnen dat ook tegen hun vrienden zeggen, wat dat ook weer kan beïnvloeden. Hè. Maar finaal komt het altijd op hetzelfde neer. Omwille van hun ervaring gaan ze uiteindelijk beslissen, gaan we bij dat bedrijf klant blijven, ja of nee, gaan we dat verder aanbevelen en zo verder.
We waren eens geïnteresseerd, maar ik zal het aan Ja, Evelien we overlaten. gaan een poll doen, de eerste poll. Hoe gaat jouw bedrijf met klachten om? We zijn er wel geïnteresseerd in en we hebben een aantal antwoordmogelijkheden voor jullie geselecteerd. Maar die antwoordmogelijkheden, je kan eigenlijk alle antwoorden aanklikken als dat voor jou van toepassing is. Dus je moet je niet beperken tot één antwoord. Nu, de mogelijke antwoorden, ik ga het even overlopen, maar jullie kunnen al stemmen. De mogelijke antwoorden zijn: we hebben geen specifiek beleid over klachten. Het tweede antwoord: we beantwoorden de klachten die we ontvangen. Dus we doen eigenlijk zelf niets actief, maar we beantwoorden wel de klachten die ons toekomen. Het derde antwoord: we benaderen klanten proactief om problemen te detecteren. Dus we gaan zelf als bedrijf actie ondernemen om klachten en complimenten te vinden. En als laatste antwoord. Mogelijkheid, we observeren social media om problemen te ontdekken. Dus er zijn vier mogelijke antwoorden, maar als je je geroepen voelt om ze alle vier aan te klikken, dat kan zeker. Ik wacht even, ik zie dat er al heel wat mensen aan het stemmen zijn. Dat is goed, hè? Absoluut, absoluut. We zijn ook nieuwsgierig Ja. natuurlijk naar de antwoorden van het publiek. En de antwoorden gaan nu in beeld komen. Zo, we kunnen het hier zien, Bart. Ja. Dus wat zien we? Dat er heel wat mensen zijn die... Oei, Ja, ik doe hier iets mis. Ja. Geen probleem, we maar ik heb gaan het, dat ik hier zit nog even hier in mijn hoofd. reanimeren. Ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen inderdaad de klachten behandelen die je krijgt. Dat is op zich wel heel goed, hè. We hebben nog geen beleid over klachten. Dat is misschien ook omdat je vooral de klachten, de informatie die je krijgt, op zich doet, hè. Dus als je misschien de vraagstelling al een beetje ziet waar ik naartoe wil gaan, is dat het ook een ideaal moment kan zijn om klanten proactief te detecteren, hè. Of klanten proactief benaderen en detecteren door te vragen in een tevredenheid. Of als je een bijvoorbeeld ziet, ben je tevreden, was alles naar wens enzovoort, hè. Ik weet niet of de mensen de antwoorden in beeld krijgen, dus ik ga het even... Ah ja, ik krijg Ja, een bevestiging dat de mensen de antwoorden in beeld krijgen. Oké, ja. goed. En is wat dat de dag van vandaag, allee, het is uiteraard, ik heb het er straks met Evelien nog over lopen, jullie zijn eigenlijk een positief gebiased steekproef naar mijn gevoel. Jullie zijn allemaal mensen die zich inschrijven voor een seminar over klantenfeedback. En je ziet dat zelfs in jullie groep van mensen een 8%, dus minder dan een tiende, eigenlijk klachten observeert via social media, hè. Er zijn bepaalde bedrijven die bijvoorbeeld mensen in dienst hebben die bijvoorbeeld constant op Twitter of op Facebook, je hebt misschien een Facebookpagina kijken, zeggen mensen iets over ons wat als wel iets positiefs kan zijn. Het is niet altijd iets negatiefs wat iemand zegt van kijk, ik had een leuke ervaring in uw restaurant. Je zegt dankjewel en we hopen je de volgende keer terug te zien, hè. Of fijn dat te horen, hè. Of mensen zeggen van kijk, dat is het slechtste product dat ik ooit gekocht heb. Oei, het is spijtig om dit te vernemen. Stuur ons een berichtje. We nemen graag met u contact op om te helpen, om te zien hoe we jou kunnen helpen. Ik denk de dag van vandaag dat dat laatste aspect nog belangrijker gaat zijn. Ik denk dat de toekomst toe meer proactief en meer een relatie opbouwen gaat zijn met klanten. U proberen te begrijpen, ook als het fout gaat, maar ook goed. En ook kijken hoe dat we naar met social media kunnen doen. Ik denk dat je kan dat nu nog eventjes negeren, maar ik denk naar de toekomst toe dat je dat niet meer gaat kunnen. Dat is mijn perceptie. Klachten, waarom zou je klachten doen? Het zijn drie puntjes. Het is simplistisch voorgesteld, maar het zijn eigenlijk drie belangrijke factoren. Het eerste is voor de klanten, dus klanten die een probleem hebben, die als je dat kan oplossen, dan kan je misschien terug trouw maken. Ze gaan anderen aanbevelen, ze gaan blijven, dus retentie, ze gaan meer kopen of ze gaan meer aandeel van hun portefeuille aan uw bedrijf spenderen. Voor het bedrijf is dat ook eigenlijk heel goed, hè. Als een probleem is, is dat vaak niet iets ad hoc of iets op zichzelf. Dan kan je misschien denken, oei, misschien kunnen we iets veranderen. Of misschien kan dat probleem ook bij anderen voordoen. En door niet enkel om een klacht op te lossen, maar na te denken, hoe komt dat die klacht er is? Kan je misschien andere klanten die dat probleem ook hebben en misschien niet klagen oplossen? Of misschien je procedures veranderen naar de toekomst toe? Het heeft ook effect op personeel, hè. Vaak zeggen we de dag van vandaag, marketing, en moet niet je product verkopen, dat verkoopt zichzelf. Ik denk dat iedereen weet dat je de klant moet overtuigen. En de klant overtuigen zij klantgericht zijn. Hoe kan je aan je organisatie het best duidelijk maken dat je klantgericht bent? Te zeggen van, kijk, wij staan open voor klachten. Dus als je als organisatie, in je organisatie communiceert, wij zijn open om met klantenfeedback iets te doen, dan zeg je eigenlijk onder rechtstreeks, dit is eigenlijk een procedure in ons bedrijf, in onze filosofie, onze strategie, waarin dat we klantgericht willen zijn. En dat heeft uiteraard ook effect op je klanten, en ook op je personeel, wat ook positief en negatief kan zijn.
Wat ik vaak hoor als ik rond klachten, ik ga niet te veel over klachten zeggen, maar dit wat ik toch eventjes ook vorig onderzoek, zeggen ze, is een klacht een geschenk ja of nee? Ik denk dat deze grafiek, dat is gebaseerd op vorig onderzoek, iets duidelijk maakt. Naar mijn gevoel is klachten goed op voorwaarde als je het goed doet. Hè. Wat je hier ziet, het laatste staafje, dat zijn de mensen die niet geklaagd hebben. En het staafje daarvoor zijn de mensen die geklaagd hebben, maar die niet tevreden waren over de manier waarop hun klacht is behandeld. En dan zie je dat de aankoopintenties van de mensen met een probleem die niet geklaagd hebben, dat dat sterker is dan de mensen die geklaagd hebben, maar naar hun gevoel geen goede oplossing hebben gekregen. Ze zijn eigenlijk twee keer teleurgesteld. Niet alleen door je product, maar ook nog het feit dat ze geen gehoor krijgen. Het double deviation effect in literatuur. Dus eigenlijk, ik ben van oordeel dat klachten goed zijn, maar als je openstaat voor klachten, moet je beseffen dat je heel de organisatie mee hebt. Ja. Als je het personeel, de tijd en de middelen niet hebt om klachten te behandelen, dan kan dat misschien zelfs nadelig zijn. Ik ben pro-klachten, ja, om ze te behandelen, maar wel op voorwaarde dat je het goed doet. Voilà, dat is eigenlijk de boodschap dat ik geef. Hè. Ook belangrijk bij klachten, dus een klacht is eigenlijk feedback op zichzelf, maar naar mijn persoonlijk gevoel denk je dat je daar ook nog eens feedback extra kan op doen. Hè. Feedback of klachten, dat kost heel veel moeite en energie aan bedrijven. En vaak is dat zo, een klant is kwaad, zegt het is niet in orde, en jij zet helemaal overstreek van, we moeten dat in orde brengen. En meestal doe je dat heel goed, en dan is dat gedaan, dat verhaal. En ik vind dat eigenlijk spijtig. Je moet eigenlijk eens terug gaan naar de klant en zeggen van, kijk, is nu alles in orde? Dan zegt die klant, juist, alles is in orde. Dus dat is eigenlijk een moment dat vele bedrijven die heel goed zijn in klachten niet grijpen, moet eigenlijk de klant salient maken in zijn hoofd en denken van, kijk, dat was uw probleem, we hebben het toch opgelost. Hè? Ja. Dat kan ook zijn dat je zegt naar de klanten toe, dank u voor uw feedback. We hebben dat dankzij u beseft dat we misschien onze procedure gaan veranderen. In de toekomst zal het normaal niet meer gebeuren. Hè? En de klant kan zich daar ook een leuk gevoel hebben dat hij eigenlijk deel maakt van die organisatie en zo kan bijdragen. Ja. Hè? Wel wil ik zeggen, als je meet bij klanten, informeert, bent u tevreden over de klachtafhandeling? Is het uiteraard ook belangrijk, vind ik. Als ze dan zeggen, nee, dan zegt bedankt voor uw feedback en u blijkt naar de andere kant, dan gaat dat niet. Hetzelfde als je vraagt naar feedback en zeggen, ik heb nog een probleem, dan moet je wel weten, dan moet je personeel of middelen hebben om daar tegemoet aan te komen. Hè. Hoe kan je eigenlijk klachten meten? Hè? Het aantal klachten, ik zou zeggen, hoe meer klachten je hebt, is ergens goed en slecht. Veel klachten wil zeggen dat je niet goed bezig bent, maar veel klachten wil eigenlijk ook zeggen dat je misschien alle klachten detecteert. Dus je moet dat eigenlijk relatief relateren. Als je bijvoorbeeld zou vragen, heeft u een klacht of wilt u iemand een compliment geven omwille van iets dat je heel tevreden over bent, dan kan je een soort relatieve ratio maken en kijken van hoeveel klachten versus complimenten. In functie van de hoe dat je klachten oplost, kan je zijn snelheid. Snelheid is iets wat dat mensen, als mensen boos zijn en kwaad, bellen ze en willen ze eigenlijk onmiddellijk een antwoord. Zeg dat je dat onmiddellijk moet doen, maar je kunt wel bijvoorbeeld monitoren de snelheid waarmee je bijvoorbeeld met klachten kan omgaan. Je kan ook achteraf vragen, tevredenheid over de klachtafhandeling, linken aan klantentrouw. Mm-hmm. En je kan ook bijvoorbeeld nagaan in je bedrijf, dankzij, eigenlijk is klachten is eigenlijk een gratis marktonderzoeksbureau. In plaats van een marktonderzoeksbureau te betalen, kan je vaak, ik ben voorstander van marktonderzoeksbureau, versta me niet verkeerd, hè, maar je kan vaak ook complementair of andere informatie capteren via de klachten van de informatie die je klanten aangeven, dat is eigenlijk informatie, dat zijn eigenlijk procesverbeteringen. Dus je zou eigenlijk kunnen nagaan, in welke mate hebben we eigenlijk informatie uit die klantenfeedback, via klachten bijvoorbeeld, gekregen, of suggesties, om onze processen te verbeteren, dat bijvoorbeeld een optimalisatie is in een reductie in de kostprijs, of bijvoorbeeld een proces, enzovoort. Dit is één schemaatje, dat is ook een beetje wat alles samenvat. Dat is eigenlijk, wat is het belangrijk van die feedback met klachten? Dat gaat eigenlijk drie componenten gaan beïnvloeden. Enerzijds de klanten zelf, hè, dat je kan herstellen. Anderzijds is een klacht niet iets op zichzelf. Hè. Dus ik heb het schema erbij gezet om aan te tonen dat er nog twee bollen extra zijn. Dus de tweede grijze bol is eigenlijk dat je kan nagaan om het beter te doen, om uit je fouten te leren. En anderzijds gaat het ook iets met het personeel doen. Hè. Dus het personeel gaat, als klanten tevreden zijn, ook daar iets uit overhouden. Hè. Bij feedback is het belangrijk, denk ik, dat je kijkt naar, allez, ik heb het heel simplistisch ingedeeld, enerzijds online en offline. Dus offline is alles face-to-face, bij u in de winkel, wanneer je uw klant persoonlijk ziet. Hè. Of dat kan ook bijvoorbeeld zijn een eenvoudige tevredenheidsenquête, waar mensen zeggen, ik ben tevreden, je hebt het excellent gedaan, good of average. Hè. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn, denk bijvoorbeeld in een woonzorgsetting, waar iemand een zorgverlening bij de patiënt zit en observeert of het goed is. Soms kan je ook observeren. Soms zegt een klant, je moet het niet vragen, je ziet het soms. Hè.
Je kan ook uitleg vragen en zo verder. Hè. Dus heel veel interactie van feedback offline gebeurt in interactie, maar er gebeurt ook heel veel interactie buiten uw bestaan, over uw bedrijf. Bijvoorbeeld twee dames die elkaar zien een koffie gaan drinken en over uw bedrijf praten, wat een invloed kan hebben. Maar het kan ook bijvoorbeeld een online medium zijn, bijvoorbeeld Weight Watchers, die hebben een plaats, een meeting waar zij komen, elkaar fysiek zien en elkaar tips en steun geven. Hè. We hebben dat ook online. En bijvoorbeeld, je kan een soort platform hebben waar dat klanten stemmen van kijk, welk is het beste idee voor mijn Starbucks-idee bijvoorbeeld. Of dat misschien mensen een nieuw computergame gaan testen. Maar het kan ook klant tot klant zijn. Mensen kunnen elkaar via Weight Watchers, vorige was, mensen kunnen elkaar face-to-face gaan zien, maar kunnen misschien elkaar ook online zien. Of mensen gaan via hun Facebook ook over je bedrijf praten. Hè. Dus ik denk dat het belangrijk is, zeker in die klant-tot-klant-interactie, dat je daar bewust van bent. Hè. Dat heel veel feedback eigenlijk gebeurt via die online kanalen. We hebben hier juist gezien dat 8% van jullie eigenlijk feedback online trekt, bijvoorbeeld op klachten, want dat gebeurt wel. Hè. Dus dat is eigenlijk gratis, dat kost eigenlijk niks. Ik denk dat kost is tijd. Hè. Je gaat met een hashtag kijken, op Twitter wordt er over mij verteld, of over mijn producten die ik verkoop. Ja. Hè. Misschien zeg je, ik ben Larivière NV bijvoorbeeld, of een familiezaak. Ze gaan misschien over Larivière niet praten, maar misschien wel over het merk van de producten die ik verkoop. Ja. Hè. Dus ik kan altijd nog iets vinden. Hè. En ik denk ook bijvoorbeeld met die online platformen, bijvoorbeeld zoals bij Weight Watchers, dat is een platform dat tussen klanten gaat. Zij maken daar niet deel van uit, maar zij geven wel die mogelijkheid om dat te ondersteunen. Hè. Ja. Dus dat brengt mij een beetje bij het volgende. Hè. Daar ga ik nu direct over hebben. Als je weet van, kijk, enerzijds hebben we verwachtingen, we hebben de tolerantiezone van mensen die verschillend kan zijn en wat mensen krijgen. En dan kunnen mensen eigenlijk het gevoel hebben, ik heb feedback. Maar nu is de vraag, gaan klanten feedback geven? Waarom geven klanten feedback? Dat is eigenlijk een economisch standpunt. En waarom doen mensen iets? Dus dat is een soort continuum. Enerzijds kunnen ze mensen zeggen, ik doe het omwille van economische voordelen. Bijvoorbeeld, ga een korting krijgen. Voilà, ik krijg een korting. Of als ik een enquête invul, krijg ik een vergoeding. Mm-hmm. Of mijn product is kapot. Als ik het doe, wordt het hersteld. Ja. Dat is economisch. Het kan ook pragmatisch zijn. Je zegt van, kijk, ik ben bijvoorbeeld naar dat restaurant of bij dat bedrijf geweest. En ik geef feedback. En de volgende keer dat ik ga ik dan beter bediend worden. Want met het feit dat ik feedback ben, ga ik de volgende keer een betere ervaring hebben. Dat is eigenlijk pragmatisch. Dus voor mezelf is het beter dat ik feedback geef, want ik kan iets aan hebben. Hè. Ja. Het kan ook hedonisch zijn. Sommige mensen vinden dat gewoon leuk. Hè. Dat is van, kijk, ik vind dat is wie ik ben. Een soort. Dat is ook een persoonlijk voordeel, bijvoorbeeld. Ik ben iemand, sommige mensen die kopen iets en die delen dat op Twitter. Dat is wie dat ze zijn. Ze zeggen van, kijk, dat zijn nu ambassadeurs. Hè. Het kan ook iets sociaal zijn. Hè. Zeker niet onbelangrijk in een relatie. Hè. Je gaat altijd relaties aangaan met klanten, maar sommige klanten willen voor u heel veel doen. Hè. Ja. Sommigen willen je ook helpen. Hè. Dus dat is eigenlijk een sociale dimensie. Waarom geven mensen feedback, omdat ze je een kans willen geven, neutraal, of ze willen zeggen van, je hebt dat goed gedaan, of ze willen u ook bijvoorbeeld helpen, of ze zeggen van, kijk, ik ben niet content, maar ik ga niet naar de concurrentie, ik geef u de mogelijkheid om het te herstellen. Hè. Ja. Dus wat kan je daar als bedrijf aan doen? Hè? Dus eigenlijk kan je daar naar mijn gevoel drie dingen aan doen. Je kan eigenlijk informeren. Dus informeren is eigenlijk zeggen hoe mensen kunnen feedback geven. Kunnen zij bijvoorbeeld, zoals Weight Watcher, via een online tool informatie geven? Je kan hen ook ondersteunen. Geef je hun bijvoorbeeld die online tool? Heb je een tevredenheidsenquête? Heb je een eenvoudig papiertje dat je bij een klant geeft? Een kaartje? Ik ga daar ook straks nog bij de tips en tricks voorbeelden van geven. Hè. Maar ook vooral motiveren. Hoe kan je motiveren? Je kan mensen motiveren door hun duidelijk te maken wat de voordelen zijn. Hè. Iets wat altijd van toepassing is, als jij ons feedback geeft, dan kunnen wij uw noden beter begrijpen en kunnen wij u en andere klanten in de toekomst beter helpen. Ja. Mensen die een sociale een waarde eruit halen, kunnen daarvoor gemotiveerd zijn. Ja. Andere kanten voor iets anders. Dus vaak het geven van feedback door klanten is niet enkel voor het bedrijf interessant, maar ook vaak voor klanten zelf. En als je dat informeert over communiceren. Eigenlijk komt alles neer over communiceren. Hè. Ja. Communiceren met informatie, communiceren in verband met ondersteunen en communiceren in functie van motiveren. Hè. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de basis, communicatie.
Waarom zou een bedrijf feedback doen? Dus eigenlijk de waarde vanuit de klant was de vorige slide. Waarom zou een bedrijf voor feedback gaan? Feedback wordt vaak gelinkt aan tevredenheid. We willen weten waarom onze klanten tevreden zijn. Als ze niet tevreden zijn, willen wij de feedback doen. Waarom? Tevredenheid is vaak geen doel op zich, maar een middel tot een doel. Hè? En het doel is vaak dat klanten trouw zijn. En dat wordt geassocieerd bijvoorbeeld van, kijk, die klant die gaat blijven komen of die gaat kopen, die gaat positieve dingen over mijn bedrijf zeggen, over het product, over de dienstverlening, over het personeel, die gaat dat aanbevelen. En ik denk, naarmate hoe kleiner je bedrijf is, naarmate dat aanbevelen groter wordt. Hè. Dus als je een groot bedrijf bent en je hebt veel geld, dan kan je heel veel inzetten. Hè. Dat is ook omwille van schaalvoordelen reclame en zo verder. Maar voor bijvoorbeeld een aannemer of zo, ja, die gaat geen grote reclame doen. Misschien een plaatselijk krantje of lokaal krantje iets doen. Maar die zal het vooral hebben van word of mouth aanbevelen. Hè. Iets terug wat hier belangrijk is, ook zelfs voor kleine KMO's, hè, onderschat zeker niet het multikanaal gegeven. Hè. Dus mensen kunnen ook over een aannemer, over een elektricien of loodgieter, over een kapper, iets positiefs of iets negatiefs delen op Facebook en zo verder. Hè, of op Twitter. Hè. Wat dat ook een voordeel is van een tevredenheid, is dat mensen vaak bereid zijn om extra inspanningen te doen om bij uw klant te blijven. En sommigen zijn ook bereid meer te betalen als zij de waarde daarvoor inzien. Ja. Hè. Dus het is op zich niet erg, vind ik, dat mensen bij de concurrentie andere dingen hebben. Je bent wie dat je bent, maar het is ook terug een kwestie van informeren, communiceren en de waarde aantonen. Net zoals je mensen informeert, wat is de waarde voor u om feedback te geven? Moet je ook zeggen, wat is de waarde voor u om bij ons klant te zijn? En als die klant willen van de foute verwachtingen bij uw klant is en niet uw ideale klant is, dan is dat misschien een klant dat je misschien moet laten schieten, want die ga je misschien toch enkel problemen mee hebben. Dus je moet, niet elke klant is de ideale klant voor jou. Hè? Nee. En niet elke klant bij de concurrent had daar moeten zijn, kon ook bij u zijn. Hè? Wat is eigenlijk klantentrouw? Ik denk dat klantentrouw, ik noem dat attitudinaal en behavioral, maar je kan dat ook bekijken van wat doet die klant vandaag? Hè? Waar is die vandaag klant? Hè? Aan wie besteedt hij zijn geld? Aan mij en of concurrenten en in welke proportie? Maar dat kan ook zijn in het verleden, wat heeft die klant al gedaan? In zijn of haar verleden vanaf dat hij dat product nodig had tot en met nu. Het is eigenlijk een soort evolutie, hè, dat je maakt. Of ook wat zijn de intenties van die klant. Het is niet omdat die klant altijd bij uw klant is geweest en vandaag veel geld heeft bespendeerd, dat hij misschien dat morgen nog gaat doen. Hè. Dus de omgeving, ook uw concurrenten zijn in overweging. Dus je wilt bijvoorbeeld klantentrouw linken aan het doel, hè, dan moet je vanuit gaan dat doel is wat de klant vandaag heeft, wat hij in het verleden had, maar ook in de toekomst. Dat zijn verschillende dimensies. Iets wat dat vaak wordt gebruikt bij aanbevelen, word of mouth, is de Net Promoter Score. Hè. Iemand van jullie had ook een vraag naar Evelien gestuurd vooraf over Net Promoter Score, vandaar dat we ook gekozen hadden om dat in de presentatie te zetten. Dus ik ga dat kort eventjes toelichten en dan komt daar ook een poll bij. Hè. Net Promoter Score is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Het is ook heel succesvol, wordt ook veel gebruikt, ook vaak in het Belgische bedrijfsleven. Het is gewoon, je gaat via een vragenlijst één vraag stellen aan je klanten. En je vraagt, in welke mate ben je van plan om ons product of ons bedrijf aan te bevelen aan uw vrienden of uw collega's enzovoort. Hè. Dat is op een 0 tot 10 puntenschaal. Dus we gaan kijken hoeveel van de respondenten heeft een 9 of een 10 gegeven. Dat zijn de mensen die uw bedrijf promoten, zijn uw promotoren. Dat zijn dan, wat is de proportie of het percentage van uw mensen die de enquête ingevuld hebben, die gezegd hebben, ik ga dat niet doen. Dat zijn de detractors, zijn de mensen die een score van 0 tot 6 hebben gegeven. Dus eigenlijk het net, de promoters minder detractors, is de net promoterscore. Mm-hmm. En er is een bepaalde onderzoeker, Reichelt, ik heb hem nog nooit gezien, maar ik heb wel zijn boek gelezen, die zegt van, kijk, het bedrijfsleven is eigenlijk heel eenvoudig, zegt hij. Het enige dat je moet doen, is één vraag stellen, en als je die vraag stelt, dat is de beste indicator om succesvol te zijn. Dan gaat het goed doen in de beurs, gaat veel verkopen, en zo verder. Hè. Dat is eigenlijk vandaar. Hè. En dat brengt ons terug naar een volgende poll. Ja, inderdaad. En de volgende poll luidt, is jouw organisatie fan van de Net Promoter Score of de aanbevelen aan vrienden en familie vraag? De gemakkelijke verwoording van die Net Promoter Score. Goed. En de mogelijke antwoorden zijn nee, we meten en monitoren dat niet. Ja, we meten de Net Promoter Score. En we meten ook de en of de mate waarin dat... Het bedrijf wordt aanbevolen aan vrienden en familie. Of ja, we meten de Net Promoter Score en we koppelen daar zelfs bonussen en evaluaties aan. Dus je merkt, naarmate we naar beneden gaan, wordt het intenser en meer gebruikt.
Goed. Ja. Ik verwacht jullie antwoorden. Jullie kunnen nu slechts maar één keuze doen, natuurlijk, gezien de vraagstelling. Ja. Ah, we hebben al resultaten. Ja. Oei, we zien hier toch wel heel duidelijk dat 85% van de respondenten nog niks doet met die Net Promoter Score. Terwijl toch wel duidelijk blijkt dat het een heel eenvoudige en toch wel doeltreffende vraag is. Ja. Het is een heel eenvoudige vraag. Ik denk dat de meeste mensen... Ik heb nu niet gevraagd in een poppel of jullie tevredenheid meten, maar ik denk dat soms mensen tevredenheid meten, maar niet het doel wat tevredenheid toe moet leiden meten. En dit zou één doel kunnen zijn, maar als je straks in de volgende slides zult zien, ik ben ergens van, maar het is ook een ja-nee verhaal. Ik denk dat je de aanbeveling op een grotere dimensie moet bevragen. Hè. Vaak worden er... ik ken bedrijven die daar bonussen aan koppelt. Ik vind dat is ook een soort een human resources praktijk, wat dat interessant kan zijn. Mm. Ik ben fan om dat eventueel te overwegen, maar niet op basis van enkel deze vraag. En dat gaat ook duidelijk worden. Dus de Net Promoter Score wordt vaak gebruikt. Dat is ook, als je naar de websites zou gaan, dat wordt in heel veel bedrijven, ook veel marktonderzoeksbureaus gebruiken dat. Hè. Mensen waar ik mee samenwerk, waar ik zelf ook papers mee geschreven heb, hebben een onderzoek gedaan. Dus Tim Cunningham, dat is iemand die... dat is eigenlijk geen academicus, maar een praktijkmens. Die werkt bij Ipsos, dat is een consultingbedrijf. Die heeft samen met een groep academici onderzoek gedaan naar de Net Promoter Score. En zijn conclusie staat eigenlijk in het laatste van het abstract van het paper, dat eigenlijk zegt dat de Net Promoter Score eigenlijk niet zegt wat dat zou pretenderen. Dat als je aan de hand van die vragen doet, dat het dat is. Hè. Mm-hmm. Uiteraard is het een goede manier om klantgerichtheid te meten, maar uiteraard zijn er andere manieren om dat te meten. Hè. Ik ga dat kort eventjes toelichten. Dat is met een stuk eigen onderzoek, onder andere ook met die Cunningham en Axoy, die zijn daar ook bij betrokken. We hebben een onderzoek gedaan naar, dat is heel basisonderzoek trouwens, wat is het type aanbeveling of word-of-mouth gedachte dat de mensen van vandaag stellen? Hè? Dan het zijn geen intenties, maar effectief gedrag bij verschillende markten en bedrijven. En dan zag je dat eigenlijk de meeste mensen, een 70% ongeveer, toch eigenlijk aanbeveelt of dingen zegt over het bedrijf of product, wat eigenlijk veel is. Hè. Maar wat dat ook belangrijk is, dat tweede groep, dat is eigenlijk positive word of mouth, strong ties. Dus strong ties, dat staat eigenlijk op familie, vrienden, mensen die je kent. Hè. Mm-hmm. Je ziet dat eigenlijk 20% van de overige 70% gaat over die vraag van die Net Promoter Score, terwijl de andere types van aanbevelen andere types zijn. Dat kan bijvoorbeeld negatieve dingen zijn, ja, of een combi van positief en negatief, wat dat ook sterk voorkomt, of ook weak ties. En wat dat je vandaag de dag meer en meer ziet, dat er heel veel weak ties informatie is. Dat is bijvoorbeeld informatie niet aan vrienden en familie, maar dingen die je leest. Dat kan ook in de krant zijn, maar op online en zo verder. Hè. Dus dat is eigenlijk iets... Dus vele mensen gebruiken Net Promoter Score, maar de dag van vandaag wordt dat steeds minder en minder accuraat, omdat mensen niet enkel meer aanbevelen en positieve dingen zeggen, maar ook een combi van positief en negatief, en ook op online kanalen. Dus ik ben ergens pro om dat te meten in uw onderzoek, maar niet enkel met die vraag, maar meer... Ik denk dat wat dat hier in deze slide staat, een beetje meer weergeeft wat in de werkelijkheid gebeurt. Dat mensen positieve dingen zeggen, maar negatieve dingen kunnen zeggen, of soms een combi van. Je kan zeggen bijvoorbeeld, Evelien, ik ben ergens op reis geweest en ik vond dat resort schitterend goed. De kamers waren wel een beetje klein, dat is negatief, maar het eten was goed en de mensen waren vriendelijk. Dus vaak gaan mensen een combi zeggen van positief en negatief. En dat kan ook een soort feedback zijn. Dus in de Net Promoter Score is naar mijn gevoel... De nuance. Ja. Okay, het is meer accuraat en zal naar de toekomst toe minder accuraat worden. Dus zeker niet erg dat je er geen bonussen aan koppelt. Hè? Ja, oké. Okay. Ook een beetje een tendens, je gaat dat ook een beetje zien, is iets waar ik sterk in geloof, is dat je iets heel holistisch moet bekijken. Dat maakt het uiteraard heel complex. Wat is het nut van tevredenheid of feedback? Dat is niet enkel in functie van die klant, maar je moet ook bekijken vanuit je werknemers. Wat doet dat met de werknemers? Of ook wat doet dat met anderen? Hè? Dus vaak ga je in je bedrijf niet enkel je klant moeten aanzien in de dingen die je doet, maar ook bijvoorbeeld de ecologische voetdruk die je maakt met je producten en zo verder. Hè. Dus vaak gaan mensen tevredenheid niet enkel meer kloppen, is die klant tevreden en gaat die blijven, maar op de dag van vandaag wil je de sociale invloed van u als bedrijf wordt steeds meer belangrijk, of dat wordt ook vooral versterkt door de social media en veel bedrijven gaan zich daar zich ook op toespitsen. Hè. En soms is dat bijvoorbeeld maar 1%, maar ongeacht dat je maar 1% of zelfs maar voor €100 doet op een heel boekjaar, je hebt toch dat imago. Hè. Ja.
Dit is een voorbeeldje vanuit Amerika. Dat is de American Customer Satisfaction Index. Dat is eigenlijk een organisatie, een bedrijf uit het bedrijfsleven, gelinkt aan de academische University of Michigan. Die gaan eigenlijk tevredenheid onderzoeken bij misschien wel een duizendtal Amerikaanse bedrijven. Dat kunnen bedrijven als Coca-Cola zijn, maar ook kleine bedrijven. Overheidsbedrijven en zo verder. En ze hebben een bepaald model ontwikkeld. Zien dat dat model het van het is, maar dat is ook eventjes te zien het oorzaak-gevolg-effect. Dus wat je ziet, links in het geel, dus wat we hebben uitgelegd, je hebt enerzijds je expectations, verwachtingen, wat je gekregen hebt, en dan gaat ergens zien wat is de waarde die je hebt, en dat gaat zorgen dat je tevreden bent. Hè. Mm-hmm. In functie van de tevredenheid zal je dan trouw zijn, en bijvoorbeeld blijven aankopen, of ga je misschien niet tevreden zijn, en ga je misschien een klacht hebben die uiten, wat op zich terug tevredenheid gaat doen. Dus al die elementen die hiervoor zijn aan bod gekomen, zijn eigenlijk in elkaar visueel gelinkt in een bepaalde ketting, dat het ene wordt geacht het andere te veroorzaken. Hè. Goed. Dat brengt mij bij een laatste punt. Hè. Ik raad jullie zeker allemaal eens aan op YouTube te kijken naar het innovatiecentrum. Ik heb dat ook gedaan. En daar staan heel veel korte filmpjes op. En een van die filmpjes, het is echt niet veel werk, zeker als je een klantgerichte organisatie wilt zijn. Voor het is dat iedereen heel eenvoudig een 4-stappenplan. Hè. Dus het lijkt logisch, maar je moet er toch bij stilstaan. We zeggen van, kijk, als je wil innoveren, of als je bijvoorbeeld, dat geldt ook voor klantgericht zijn uiteraard, wat je moet doen is, je moet eerst analyseren, waar staan we vandaag, de dag van vandaag? Hè? Dan ga je nagaan, wat kunnen we veranderen? Gaat eigenlijk informatie of ideeën gaan sprokkelen? En dan ga je die uitvoeren. Maar iets wat dat vaak vergeten wordt, dat belangrijk is eigenlijk de gele bol, is je moet eigenlijk een soort cultuur hebben, hè? Ja. Dus de organisatie. Vanuit literatuur noemen we dat de service profit chain. Dan zeggen we, de employees, de werknemers en de klanten, dat heeft op elkaar invloed. Met andere woorden, wat werknemers, als de werknemers tevreden zijn, dan gaan ze dat uitstralen naar hun klanten toe. Als ik niet content ben in mijn job en ik moet lesgeven, dan gaan mijn studenten dat wel zien. Ik kan dat wegsteken, maar ergens voelen ze dat. Als mijn studenten tegen mij zeggen van, kijk, je hebt dat goed gedaan, of ik zie dat ze de materie beheersen, dat ze de examenvragen dat ik opstel, dat ik zeg van, ze hebben dat toch geleerd, hè, dan ga ik misschien daar ook gelukkiger van worden. Dat is eigenlijk het eerste deel. Hè. Maar wat vooral belangrijk is, is de mindset. Dat is ook een soort ding dat zegt van, kijk, feedback vragen, klantgericht zijn, dat is niet iets van één persoon, bijvoorbeeld jij die toevallig het webinar volgt, maar dat is eigenlijk iets wat in heel de organisatie moet zitten. Hè. Dat is iets moet zijn, alles wat je doet, wat je zegt, de gebruiken, voordat je zegt, wij staan open voor klachten, hè, degene die de website ontwikkelt, die dat daar mogelijk maakt, de manager die zegt, jij mag daar tijd aan besteden, dus eigenlijk heel de organisatie is een mindset. Hè. Dus als jij wilt feedback hebben, en jij bent één persoon in een organisatie, dan ben ik ervan overtuigd dat dat heel moeilijk gaat zijn. Hè. Je moet eigenlijk heel het management meekrijgen en heel de organisatie. En als zij daar niet van overtuigd zijn, gaat dat heel moeilijk zijn om dat klantgericht verhaal waar te maken. Hè. Dat brengt mij bij het inventariseren. Hè. Dus het vorige is eigenlijk een beetje schetsen wat tevredenheid kan zijn en waarom hebben we al die gezichtjes. Hè. Maar nu gaan we een beetje inzoomen. Hè. Dus inzoomen heeft enerzijds te maken met de dimensies van feedback. En we gaan daar direct aan beginnen. Hè. Dus de dimensie, als we kijken naar tevredenheid, ook in bijvoorbeeld als je dat gaat meten of bevragen, dan kan je de vragen tevredenheid in het algemeen. Je kan zeggen van, in het algemeen, hoe tevreden ben ik over dat bedrijf? Dat kan zijn over je laatste transactie, het laatste product dat je kocht, het laatste bezoek aan de toonzaal, de laatste keer dat je iemand hebt gehoord. Dat kan eigenlijk een transactionele, algemeen, alles wat er gebeurd is, gegeven je laatste aanraking met dat bedrijf, wat is je gevoel? Dat kan ook een meer cumulatief gevoel zijn. Dat kan zeggen van, kijk, gegeven wat ik gisteren heb meegemaakt met u en gegeven heel mijn verleden, wat is mijn gevoel over u? Hè? Bij de American Customer Satisfaction Index meten ze aan de hand van 3 vragen. Dus bijvoorbeeld in het algemeen, hoe tevreden bent u over ons bedrijf? Hè? Het kan ook zijn, relatief, hoe tevreden bent u gegeven wat u had verwacht, en zo verder. En je kan dat ook relateren aan verwachtingen of het ideaal. Zeg van, kijk, hoe tevreden bent u over ons gegeven wat dat ideaal had kunnen zijn? Dat gaat eigenlijk terug naar die 2 dingen dat we daar straks hebben gezegd. Bij verwachtingen, het minimale en het desired. Dus je kan dat eigenlijk ook in uw vragenlijst, in uw verwoording gaan gebruiken. Hè. Daarnaast hebben we ook deelcomponenten. Hè. Literatuur noemt dat heel ingewikkeld, hè, maar je kunt dat eigenlijk heel eenvoudig zeggen. Eigenlijk komt dat neer wat je doet en hoe je het doet. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, iemand kan een klacht hebben en je kan zeggen, jij moet iets hebben, ik zeg, hier Evelien, hè, hier, voilà, moet jij het hebben, hier, je mag het hebben. Of kan je zeggen, oei Evelien, spijt dat dat gebeurd is,
ik verontschuldig mij en allee, ja, ik vind het spijtig en ik zal het rechtzetten. Dus je kan soms, wat je doet en de manier waarop, zijn twee dimensies. Hè. Dus dat kan ook in je tevredenheid, het product dat je geeft of de manier waarop je het geeft of met je klant communiceert, kunnen vaak dimensies zijn wat de tevredenheid bepaalt. Hè. Ja. Naast het algemene tevredenheidsgevoel. Dat is een beetje, als ik naar de managementguru Peter Drucker kijk, dat is eigenlijk de juiste dingen juist doen. De dingen die je doet, is de wat. En hoe ze je doet, is de hoe. En dat is heel op een andere manier uitgelegd. Ja. Maar uiteraard is een tevredenheid of een tarificatie niet enkel de wat en de hoe, maar is dat veel meer. Hè. Zo bijvoorbeeld de waar. Hè. De servicescape is de plaats waar dat jij met de klant elkaar ontmoet. Dat kan uw website zijn, dat kan uw winkel zijn, dat kan de telefoon zijn, en zo verder. Dus dat kunnen uw verschillende kanalen zijn waarmee je een contactmoment hebt met uw klant. Hè. Dat kan ook de waarde zijn. Wat is de waarde die je krijgt om dat product of dat goed te hebben, vaak gelinkt aan de prijs die je betaalt. Hè. Maar vooral, je moet dat aanpassen in functie van uw context. Hè. Ik kom daar ook straks op terug. Vaak vragen de mensen naar mij van, kijk, je bent zo'n beetje de man die tevredenheidsenquêtes maakt. Je leert ook aan studenten. Heb jij een standaard tevredenheidsvragenlijst? Hij zegt van, helaas, nee. Ik kan u enkel leren nadenken in een soort denkkader. Ik ga u straks ook een schema geven. Ik kan nagaan. Heb ik aan verschillende componenten gedaan. Maar de beste vragenlijsten zijn de vragenlijsten die vertrekken in een gestructureerde manier waarbij jij zelf als expert, als mens die in uw zaak staat, in samenspraak met collega's en klanten nadenkt, wat kan het zijn dat we moeten inventariseren. Hè? Een methode is bijvoorbeeld, om te inventariseren, is de kritieke incidentmethode. Ik heb deze geselecteerd omdat dat eigenlijk heel eenvoudig is. Hè? Ik heb een paar vragen bijgedaan. Wat is dat? Je vraagt aan je klanten, denk eens na over een moment dat je zegt, met mijn product of de dienstverlening, wanneer was je heel tevreden? Dan zeg je van, dat was nu echt, was ik tevreden was, of zelfs omgekeerd, totaal niet tevreden. Mm-hmm. Beschrijf eens wat er is gebeurd, hoe komt dat? Wat was de rol van de werknemers? Wat hebben wij daarin gedaan? Hoe zouden wij dat volgens u anders gedaan? Maar als je klanten laat vertellen wat hun tevreden of ontevreden maakt, gaan zij onbewust allemaal factoren of een inventarisatie geven van dingen die voor hun belangrijk zijn, want die hebben geleid tot die tevredenheid en zo verder. Dus wat dat een beetje voorbeelden zijn, vanuit literatuur of vanuit de praktijk ook, de wat en de hoe kan bijvoorbeeld zijn in een gezondheidssector, dat de dokter u geneest, maar ook naar u luistert en voor u tijd maakt. Dat is de wat en de hoe. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn de waar. Is dat ziekenhuis? Is dat toegankelijk? Kan ik daar met openbaar vervoer komen? Kan ik daar met een rolstoel bijvoorbeeld in? Is dat goed gelegen? Is er parking en zo verder? Of zelf administratief, die mate van facturatie. Hè? Moet ik lang wachten op een telefoon en zo verder? En neem die man op of word ik doorverbonden aan de muziekschap? Blijf aan de lijn alsjeblieft, verbind je zo dadelijk door. Hè? Dus afhankelijk van wie dat je bent als bedrijf, kan het belangrijk zijn. Hè? In functie van de hoe is er onderzoek gebeurd. Hè? En dat zijn eigenlijk vijf dimensies, ook een beetje op deze slide terug. Hè. Dat is eigenlijk, in de hoe heeft onderzoek aangetoond dat er vijf dimensies zijn. De hoe heeft te maken met de betrouwbaarheid. Hè. Mensen gaan heel vaak in een dienstverlening op zoek gaan naar vertrouwen. Hè. Gegeven de dag vandaag, zeker met terrorisme, wordt dat nog belangrijker. Mensen willen u vertrouwen. Hè. De dingen die jij zegt, doe je dat. De dingen die op je website staan, kom je die belofte na. Hè. Kan je afspraken maken. Dat is eigenlijk de betrouwbaarheid. Assurance is een andere dimensie. Die heeft te maken van, in welke mate heb je kennis van zaken? Hè? Weten uw employees hoe dat uw product werkt, hoe dat ze met klanten moeten omgaan? Hè? Tangibles heeft te maken met het tastbare ding. Als je bijvoorbeeld geen producten verkoopt, kan dat bijvoorbeeld zijn, je hebt een brochure of iets anders, of het personeel dat eigenlijk iets fysiek uitstraalt. Hè? Die gaan ook mee uw dienst gaan bepalen en er is heel veel personeel, heel verschillend. Andere dingen is het klantgericht zijn, empathisch. Heeft die klant het gevoel dat die een verkoper enkel aan zichzelf denkt in functie van verkoopcijfers? Of heeft die klant het gevoel dat die samen denkt in functie met hem wat als zij nodig zijn? Hè? Responsiveness. Heeft die klant een probleem, een vraag, in welke mate ben je bereid? Dat zijn bijvoorbeeld vijf voorbeelden bijvoorbeeld wat hoe zou kunnen zijn voor uw bedrijf. Zeg jij van, voor mij is enkel reliability belangrijk of responsiveness met 15 dimensies. Maar dit is eigenlijk onderzoek dat zegt wat hoe zou kunnen zijn. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat ik een beetje wil aantonen. Als je op zoek gaat naar inventarisatie van feedback over verschillende aspecten,
dan kan dat zijn over de wat, dat kan zijn over de hoe. De hoe kan zijn wat je zelf doet, maar ook vaak bijvoorbeeld, je werkt met een toeleverancier, mm-hmm. dan zeg je, ja, maar dat is niet mijn schuld. Maar voor de klant, zoals bij bol.com, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Jij bent het contactpersoon, dat kan soms ook de hoe of de wat zijn bij iemand anders, dat mee in uw delivery zit. Hè. De waar, hè, dat kan uw winkel zijn, maar ook bijvoorbeeld een ander kanaal. De waarde, en vooral ook anderen. Hè. Dus denk niet enkel, als je al een enquête maakt, en je denkt aan alle W-vragen, wat, waar, wanneer, en zo verder, hè, dan ga je al heel veel kunnen nagaan. Hè. Dat is ook iets wat ik jullie aanraad. Hè. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet, of je wilt je klant begrijpen, hè, dan denk dat jullie in de eerste plaats die dit seminar volgen, de best geplaatste zijn om dat te doen of om dat te leiden. Jullie hebben waarschijnlijk een bepaald idee bijvoorbeeld op de vorige slide, wat allemaal belangrijk zou kunnen zijn van wat zijn de componenten van wat, hoe en zo ver. Maar wat ook belangrijk is, hè, we hebben ook al seminars gedaan, Evelien was daar ook bij, dat bijvoorbeeld 3 deelnemers hadden van hetzelfde bedrijf en we vragen die oefening op papier te maken en dan blijkt dat collega's, vaak zelfs in dezelfde functie, over helemaal andere dingen denken. Hè? Of ook bijvoorbeeld zegt iemand die kuist in uw winkel en klanten ontmoet in de toiletten, die ziet van kijk, hetzelfde toiletbezoek in uw winkel, of dat je niet naar het toilet kan gaan, of dat het daar vuil is, of iemand die papier opruimt of rommel opruimt, kan misschien mee bepalen, ja, zelfs alle type feedback, en vooral ook klanten. Ik denk dat heel veel bedrijven in een ivoren toren zitten en iemand denkt van kijk, ik denk dat dat is, en waarschijnlijk zult je het juist hebben, maar je zult het niet volledig hebben, naar mijn gevoel. Ja. En stel nu dat je het volledig juist hebt, dan is het ook maar een bevestiging. Als jij denkt van, kijk, ik als enige persoon denk dat alle begrippen zijn die belangrijk zijn, dan kan je altijd aftoetsen met uw collega's en met de klanten zelf. En dan is het enkel een bevestiging. Hè? En ik denk dat de meeste mensen ook onderschatten hoe vaak dat een klant mee wil denken en bereid is om mee te denken daarin. Ja, zeker. Ja. En zeker als je denkt aan de dingen van... Het beste voorbeeld is bijvoorbeeld van Lees, Chips en zo verder. Dat klanten zelf gaan product ontwikkelen. Of wat ik vaak ook zeg, K3 zoekt K3. Ja, dat is niet dat Studio 100 heeft gezegd van kijk, we hebben hier een nieuw product, een nieuwe groep. De oude gaat weg, we hebben de nieuwe. Ze hebben dat samen met klanten gedaan. Dus vaak zie je dat klanten meer en meer worden ingeschakeld in een, dat is ook gratis promotie al. Hè? Dus ze staan daar zeker voor open, inderdaad. Ik heb een vraag binnen. Ja, goed. Een vraag van Willy. De jongeren blijken veel minder trouw te zijn aan een bepaalde zaak. Zijn zij ook even gevoelig aan de vraag naar feedback? Ja, dus dat is een heel goede vraag. Hè. Dat heeft ook te maken met klantenheterogeniteit. Hè. Ik denk dat dat afhankelijk is ook van de setting waarin dat je zit. Hè. Maar we zien dat jongere mensen vaak minder trouw zijn. En dat komt ook een stuk omwille van dat zij ander informatief zijn. Dus klanten gaan ook vaak meer geïnformeerd zijn op internet. En met die kennis ook beter gaan onderhandelen. Hè. Maar wat dat op zich belangrijk is, ongeacht dat jongere klanten bijvoorbeeld minder trouw zijn, de jonge klanten van vandaag zullen de oudere klanten van de toekomst zijn, zullen nog altijd dezelfde tools gebruiken waarom ze nu niet trouw zijn. Dus het is een realiteit. Je kan bijvoorbeeld nu zeggen dat je zegt van kijk, we gaan ons focussen bijvoorbeeld op de oudere klanten, omdat die meer trouw zijn, omdat die misschien anders met kanalen omgaan. Mm-hmm. Maar binnen 30 jaar gaan de jongere klanten van vandaag oudere klanten zijn, maar die gaan anders zijn dan de generatie van nu. Dus ik denk dat het enerzijds een generatiekloof is dat kan spelen, maar ook anders een cohortenkloof. Je zit in klanten die vandaag jong zijn anders dan de mensen die nu oud zijn en vroeger jong zijn. Dus ik denk dat een duaal aspect is. Maar ik vind dat op zich een heel schitterend iets. En dat wordt ook in onderzoek, is dat een variabel die altijd wordt opgenomen, het geslacht, de leeftijd en zo verder. Omdat dat inderdaad iets is dat je als bedrijf gemakkelijk kan gebruiken om te segmenteren. En er zijn inderdaad heel veel verschillen. Ja. Bijvoorbeeld in man of in vrouw of in combi met leeftijd. Hè. Dus dan kan je ook, straks gaan we ook terug hebben over de customer journey. Bijvoorbeeld, je kan nagaan of bijvoorbeeld bepaalde leeftijdsgroepen een andere journey hebben of meer of minder trouw zijn. Of zou kunnen zeggen, klanten die bijvoorbeeld jonger zijn, we gaan die een ander product aanbieden of een andere dienst of een goedkopere prijs, maar minder service hebben we dan misschien niet nodig. Je kan je dan differentiëren. En voor de feedback te verzamelen is misschien ook gewoon een ander kanaal nodig. Waar je bij de ouderen misschien een fysiek gesprek aangaat, moet je de jongeren misschien via Facebook triggeren. Ja. Of via online, of misschien observeren. Of het gaan ook, ik denk vooral ook dat de jongere mensen zijn die feedback gaan uiten
of ja, niet helemaal heel jong, maar of ja, meer jongere mensen gaan feedback uiten via online kanalen. Dus naar de toekomst, zo binnen 20 jaar, gaat bijna alle feedback bijna online zijn, dus het gaat enkel maar vermeerderen. Ja. En dat misschien mensen ja, die minder op internet of hebben, maar desondanks moeten we vaststellen dat de meeste mensen, ja, zelfs mijn ouders die gepensioneerd zijn, ook ja, een smartphone hebben en op internet kunnen. Hè. Zij gaan nu geen tweet versturen, maar ja, zij kunnen ook informatie opzoeken in de winkel over dat product en over de concurrentie. Zelfs mijn vader, die gepensioneerd is, ja. Doet dat. Ik heb nog een tweede vraag. Ja. Sophie, zij houdt tweejaarlijks een tevredenheidsmeting, maar zij merken dat de responsgraad iedere keer lager is. Ja. Hoe kunnen mensen aansporen om die meting in te vullen? Zijn hiervoor tips? Ja. En misschien ook heel concreet, loont het om er een prijs of een cadeautje aan vast te hangen? Ja, dat zijn ook bij het laatste deeltje in de presentatie, bij de tips en tricks. En ik denk dat dat het eerste en het laatste is. Hè. Ik denk dat je feedback moet kijken waarom... Je gaat een korte en een lange enquête hebben. Ik zal er straks verder op ingaan. En ik denk dat dat al een iets kan zijn. Het kan ook belangrijk zijn om mensen een beloning te geven, maar je moet altijd zien dat dat in lijn is met wat je verwacht. Als je een hele korte feedbackperiode hebt, je kan ook bijvoorbeeld, als je de klant ziet, vragen en was alles naar wens, heb je ook feedback. Hè? Of een kort kaartje, ik ga daar straks fotootjes van tonen, maar als je bijvoorbeeld een diepere analyse wilt doen, om bijvoorbeeld een driveranalyse te doen, dan zou je wel kunnen mensen aanzetten om informatie te verzamelen. Hè. Ik denk dat ook heel veel bedrijven vaak een lange enquête hebben, maar dat niet altijd elke keer met lange enquête iets doen. Ik zou eerder gaan voor een dualiteit van een korte enquête om te weten, is de uitkomst, zijn de mensen tevreden en zijn ze trouw? En dan een langere enquête om dieper te graven naar de oorzaken en periodiek te doen. En daar kan je wel mensen voor meer motiveren als je dat minder doet. Ja. Maar ik kom daar straks nog zeker op terug, maar dat is een hele relevante vraag. Dat is ook iets wat dat natuurlijk de praktischheid impliceert. Hè, van, Ik kan misschien nog even meegeven, het is enkele minuten voor 12, maar ik denk dat de inhoud razend interessant is, dus we gaan nog even verder. Ja. Mensen die een andere verplichting hebben en zelfs moeten afhaken, geen nood, wij nemen een opname van deze webinar en dan kan je dat laatste stuk of heel de presentatie opnieuw via de private link op YouTube later bekijken. Maar we gaan nog even doorgaan, ja, want zeker, ik denk dat het de moeite waard is. Ja, we willen nog zien. Hè? Ja. Ja. Goed. Iets wat ook belangrijk is, is van in tevredenheid, hoe ver moet je vaak gaan? Hè? Bijvoorbeeld Colruyt, er wordt vaak gezegd, wij hebben de laagste prijs. Ik heb eerder het gevoel dat Colruyt een lagere prijs heeft. Dus Colruyt gaat niet in functie van zijn kosten de laagste prijs doen. Ze willen altijd iets onder de concurrentie zijn. Dus als jij zegt, je hebt in je matrix verschillende elementen van tevredenheid beïnvloed, hè, dan moet je nagaan, wil jij de absolute tevredenheid hebben op al die aspecten? Hè, of wil jij bijvoorbeeld voor bepaalde aspecten, eventueel voor bepaalde segmenten, die absolute tevredenheid hebben? Of wil jij gewoon beter zijn? Zeg bijvoorbeeld, ik moet niet een beste prijs hebben, maar ongeveer hetzelfde van mijn concurrentie, maar bijvoorbeeld op service wil ik de nummer 1 zijn. Dus je moet heel goed nagaan over tevredenheid. Wil je ongeveer hetzelfde zijn als je concurrent? Wil je beter zijn of wil je gewoon het maximum hebben, ongeacht dat 10 keer beter is dan je dichtstbijzijnde concurrent? Ik denk dat je bij tevredenheid ook moet nagaan bij inventarisatie. Wat wil je bereiken? Hè? Ja. En ik denk dat je daar inventarisatie moet hebben. Dus de eerste vraag van Willy, van die jongeren, kun je nagaan, of mensen die jonger zijn, moeten wij wat dat we hun geven, uiteraard indien dat mogelijk is, moeten wij daarvoor openstaan om bijvoorbeeld een ander soort tevredenheid na te streven wat dat wij die klant willen doen, hè, gegeven kostenbaten. Hè. Goed, dat brengt mij bij het volgende puntje. Hè. Dus het touchpoint-verhaal. Het touchpoint-verhaal is een beetje vanuit de experience-economie gedaan. Het experience-economie bestaat uit twee delen. Enerzijds is het Disney-verhaal, dat is de Pine and Gilmore. Dat is eigenlijk gezegd van, je moet eigenlijk klanten het gevoel geven dat een kind dat in een Disney-pretpark loopt. Hè. Dat is het oude perspectief. Het nieuwe perspectief is meer holistisch, dat eigenlijk de ervaring eigenlijk in alle stappen gaat. Dat is eigenlijk het perspectief dat de dag vandaag meer van toepassing is. Want je moet niet iedereen een wow geven. Wow geven is ook uiteraard duur, plus creëert ook terug verwachtingen.
de volgende keer ja, verwacht je een wauw en is de wauw minder wauw omdat je ze al had verwacht. Hè? Dus op zich niet altijd economisch. Hè? Dus een customer journey bij zo'n ding is eigenlijk alle contactmomenten dat je hebt. Dat is meer dan verschillende kanalen. Dat is ook meer dan je ontmoetingen met je service provider. En ik denk dat dit voorbeeldje, dat zijn vele slides, maar ik denk dat we gaan daar ook doorwandelen, hè, dat dat eigenlijk heel goed weergeeft wat het kan zijn. Hè. Wat is bijvoorbeeld een customer journey van een bepaalde klant? Hè? De klant zegt van, kijk, ik heb van IKEA een catalogus gekregen. Hè, de nieuwe catalogus, ik zit thuis in mijn zetel, ik heb dat uit mijn bus gehaald, ik ben daarin te bladeren, ik zeg, ah, oh, wauw, interessant. Hij zegt, ah, oké. Okay. Ik ga een keer naar de website kijken voor een keer meer informatie te hebben, bijvoorbeeld over een keuken. Hè. Je kan dat opzoeken. Hè. Je kan ook gebruik maken van de app. Ze hebben de IKEA-app. Je kan zeggen van, kijk, ik zit hier in mijn living. Hè. Hier staat bijvoorbeeld een zetel. Ik wil die tafel. Hoe zou die tafel hier staan in mijn living? Hè. Ik kan zeggen, Evelien zit hier. En ik kan die tafel projecteren met een foto. En ik kan kijken, ah, ik wil een groene, een gele, een grotere, een kleine. Ik kan dat doen. Ik kan eigenlijk gebruik maken van technologie, van mijn ervaring. Dus ik ben nog niet in de winkel geweest. Hè. Goed. Hè. Je kan ook naar de website gaan. Ik kan daar zelf kijken met de afmetingen van mijn plan van mijn huis. Wat kan ik bijvoorbeeld mijn keuken of mijn kamer inrichten, gegevens de meubels die er zijn. Ik kan dat zelf maken. Hè. Dan kan ik bijvoorbeeld naar IKEA in Gent gaan en zeggen van, kijk, ja, ik heb al een beetje informatie, ik ben getriggerd, ik kom daartoe. Hè. Je moet parking vinden bijvoorbeeld, dat is al een eerste ding. Hè. Je komt daartoe, je gaat daar niet alleen zijn. Hè. Het kan een drukke dag zijn, zoals hier bijvoorbeeld. Hè. Er is veel personeel om je te helpen. Er kunnen ook veel klanten zijn. Hè. Dat kan uw gevoel bepalen. Je gaat daar ook met nieuwe zetels. Je zegt van, kijk, dit is een nieuwe zetel. Dit is nog niet in de catalogus, maar die gaat je aandacht trekken. Maar vergeet ook al de rest niet. Bijvoorbeeld dit. Hè. Voor mijn succes naar IKEA gaan, als mijn kinderen meegaan, is gaan de balkjes eten in tomatensaus. Als we dat niet doen, dan is voor mijn kinderen IKEA mislukt. En uiteraard dan voor mij, want ze zijn lastig. Dus eigenlijk is dat mee deel van het pakket. Hè. Ja. Ook als dat nieuwe core business is, mensen gaan, waarom gaan wij bijvoorbeeld naar de IKEA? Dat is, we kunnen dat doen met ons gezin, anders kunnen we dat bijvoorbeeld niet doen. Hè. Mm-hmm. Dat is niet de hoofdreden, maar dat is één van de redenen. Hè. Dan moet je, ja, dat is allemaal heel tof, maar dan vind ik het praktische. Hè. Je moet al die pakken op dat karretje doen. Misschien vind ik dat niet leuk, vind ik dat niet plezant, kan ik dat niet goed. Hè. Dat is ook deel van de ervaring. Hè. Ik moet aan de kassa gaan aanschuiven, of misschien zelf scannen. Ik kan met mijn karretje niet goed door. Hè. Dat maakt ook mee de ervaring. Hè. Ik moet het transporteren. Hè. Studenten kunnen een fiets huren. Hè. Het feit dat je dat hebt of niet voor in Gent kan misschien praktisch zijn. Ja. Ik weet niet dat er veel in kan, maar ze hebben het toch. Hè. Of ik wil het in mijn auto krijgen. Ik moet het thuis in elkaar steken, of ik kan hulp krijgen eventueel. Je kan ook, iemand kan voor u thuis installeren. Dat zijn allemaal aspecten van uw journey. Ja. Dit is de zetel van IKEA bijvoorbeeld. Ik zeg van, wat is mijn ervaring is niet enkel in de winkel, maar ook mijn vrienden komen thuis. Hier is bijvoorbeeld, dat is een zetel. We zeggen van, kijk, we kunnen niet met ons voeten er allemaal in. We moeten ons voeten in de zetel leggen. Dat je zegt van, ja, ik vind dat leuk. We zeggen van, ja, ik wil liever met mijn voeten, met mijn schoenen op de grond. Maar dat gaat niet, want dat tafeltje staat in de weg. Dat is te klein of zo, ik zeg nu maar iets. Of die zetel is wel ideaal, dezelfde zetel, om met mijn kind te spelen. Allee, dat is afhankelijk. Dat maakt ook mee uw ervaring. Ook nog erna gezegd van, kijk, ik wil een andere zetel of een nieuwe, ik ga het verkopen, ik wil het herstellen, ik geef ze aan een goed tool. Of te zeggen, de customer journey is zo breed, dat is zelfs die parking die u op die website zoeken. De customer journey is niet enkel het moment dat uw klant u ontmoet, maar eigenlijk elke interactie met uw product, met uw merk, met uw goed, met uw dienstverlening. Hè. Wat dat belangrijk is bij zo'n traject, dat is een oefening die ik bijvoorbeeld zelf met studenten heb gedaan, dat niet alle klanten hetzelfde zijn. Hè. Zoals Willy straks zei, bijvoorbeeld heel eenvoudig, je hebt jongeren of ouderen, maar ik wil zeggen van, kijk, wat is nu een typische klant? Dat is een persoon dat bij u een bepaald traject aflegt. We hebben bijvoorbeeld gedaan met de studenten, wat zijn bijvoorbeeld iemand de pendelaar of de student die gebruik maakt van de trein. Wat is het traject dat die aflegt? Dat is anders. Iemand die bijvoorbeeld dagelijks de trein gebruikt, of iemand die een kotstudent, die met zijn valies één keer of minder op een drukker moment zijn, dat is helemaal anders. Bijvoorbeeld iemand die een toerist die de trein gebruikt, alleen zo verder. Dus je kan eigenlijk nagaan, wat zijn mijn segmenten en hoe gebruiken die de trein? Wat zijn de verschillende stappen, zoals we hier juist hebben gezien, met IKEA? Hè? Ja. En je moet dan verder nadenken dan enkel bijvoorbeeld, ze komen in de winkel, op je product, maar eigenlijk heel de journey. Hè? Ja. Goed. Dat is ook een heel mooi voorbeeldje, en dat is ook van een filmpje van de Innovatieacademie. Hè?
En wat dat je daar ziet, is dat al die touchpoints, dat dat op zich is, maar wat dat tof is aan deze grafiek, is je ziet dat die ook met emoties te maken hebben. Hè. Dus voor sommige dingen, dat zijn aspecten van inventarisatie, ben je blij, en andere ben je niet blij. En sommige kan je misschien oplossen om die journey beter te maken. Ja. Dus het is in inventariseren, maar dan ook eigenlijk feedback vragen. En feedback hier zien we dat heel je gevoel te maken heeft met je gevoel over verschillende aspecten, maar ook het totaal. En dat gaat je tevredenheid bepalen en ook je feedback dat je uiteraard geeft over aspecten en zo verder. Ja. Ik kan misschien meegeven, we gaan na afloop van de webinar sturen we u ook nog een mailtje met erin de opname, maar ook zal ik dat filmpje toevoegen of de link naar het filmpje, zodat u ook de hele uitleg van die customer journey mapping ook nog eens kunt herbekijken. Ja, goed. Ja. Goed, dat is een ander voorbeeldje. Heel simplistisch voorbeeld. Een garage. Hè. Uw auto moet hersteld worden. Je hebt een accident of onderhoud en herstellingen gewoon. Je moet een afspraak maken. Dat is een touchmoment met het bedrijf. Je gaat uw auto gaan afleveren. Je hebt op het moment dat je er niet bent dat uw auto wordt hersteld, dat mensen in uw auto zitten, uw spiegels gaan verzetten, maken of niet, dat de prijs naar omhoog gaat of beperkt blijft. Het moment dat je gaat halen, dat zijn allemaal momenten dat je moet doen. Je moet eigenlijk in het inventariseren van je schema nagaan wat zijn de verschillende momenten al met mijn bedrijf, maar ook buiten uw bedrijf, wat belangrijk kan zijn om dat simplistisch te geven. Hè. Het analyseren, een beetje mijn stokpaardje, hè, Evelien. Mm-hmm. En zoals je weet, hè, analyse is ook een beetje mijn passie. Hè. Ik ga eerst beginnen met... we gaan eerst beginnen met een vraag en dan met een praktisch voorbeeldje. Ja. De vraag aan jullie, een laatste vraag voor vandaag. Verzamelen en analyseren jullie tevredenheidsdata? We hebben de mogelijke antwoorden... En die komen nu in beeld. Eerste antwoord is nee, we doen dat niet. We verzamelen geen tevredenheidsdata. Tweede antwoord, ja, we verzamelen tevredenheidsdata. En dan komen de extra antwoorden. We verzamelen tevredenheidsdata en andere data. En die andere data kan bijvoorbeeld gaan over klantentrouw. En het meest uitgebreide antwoord is, we doen analyses. We doen zelfs dus niet alleen de verzameling van de data, maar daarbovenop ook nog eens de analyses, waarin we bijvoorbeeld de link tussen tevredenheid en klantentrouw gaan analyseren. Goed, ik verwacht jullie antwoord. Ook hier kan je maar één antwoord selecteren, dus het antwoord dat het meest op jullie van toepassing is, graag. Ja. Goed, de data komen binnen. En we zien hier toch dat de helft van de kijkers geen tevredenheidsdata verzamelen. 30% doet dat wel. En een 20% doet niet alleen die tevredenheidsdata verzamelen, maar ook hebben aandacht ook voor andere data, zoals klanten. Ja, dus ik denk van de helft van de mensen die de data eigenlijk verzamelen... Ja, die ene groep kan zeggen van kijk, we zullen eigenlijk nog andere informatie kunnen verzamelen en ook heel eenvoudig analyseren. Hè. Op het einde van dit webinar hebben we ook een heel eenvoudige 10-stappenplan waarbij je op een heel eenvoudige manier toch conclusies kan trekken. Hè. Ja. Dus ik denk dat het monitoren van tevredenheid op zich wel iets is, maar ik denk dat je ook dieper moet durven gaan. Je moet eigenlijk weten, waarom kopen klanten of waarom kopen ze niet? Waarom gaan ze aanbevelen of waarom niet? Of als je zelfs je tevredenheid kan linken aan je database en je zegt van kijk, die klanten zijn hier al 20 jaar klant en hebben heel veel gedaan, dat je die probeert te inventariseren. Hè. Dus zoals je waarschijnlijk aanvoelt, hoe meer naar onder je zit, hoe beter dat je bent in functie van feedback op een goede manier te verwerken. Hè. Dit is een voorbeeldje uit mijn... We gaan nu... ik ga even onderbreken. We kregen een melding van een persoon achter de schermen dat we inderdaad over de tijd aan het gaan zijn. Dat is ook zo. We gaan nu nog een laatste stukje. Dat gaat een vijftal minuutjes duren. En het laatste stukje gaat ook heel snel gaan. Dus gelieve nog 5 minuutjes bij ons te blijven. Ja. Goed. Ja, dit is een voorbeeldje... vanuit mijn garage waar ik mijn auto ga wegdoen voor onderhoud en herstellingen. Hè. Dus je ziet bovenaan in de wachtzaal hangt een papiertje over tevredenheid en feedback. Dat is mijn passie. Hè. Dus wat je hier ziet is een voorbeeld uit het dagelijks leven. Want je ziet dat dat op zich niet zo goed is. Hè. Je zegt bijvoorbeeld als je tevreden bent en geef je een 4 op 10. Hè. Als je uiterst tevreden bent geef je een 8 op 10. Ik denk niet als ik mijn studenten een 4 op 10 ga geven dat ze tevreden gaan zijn, Evelien. Maar nee. Ik denk, om te zeggen, dat is een meetinstrument dat vandaag wordt gebruikt. Hè.
Dat is ook aan de hand van een kras precies dat je enkel maar het juiste kan aanduiden. Dus ik vind het meten op zich wel goed, maar de manier waarop ze hun vraag stellen is eigenlijk niet goed. Dus vandaar ook straks een paar tips, hè. Het tweede deel van het kaartje is waarbij ze open feedback vragen, vind ik wel goed, hè. Ja. Dus niet allemaal slecht, hè. Het is goed en slecht gecombineerd, hè. Ik stel me ook altijd de vraag bij zulke, dat is dikwijls in de autogarage, je voelt je haast verplicht om ze een maximum score te geven. Uiteindelijk, wat is de waarde dan nog van die klantbevraging? Ja, het is ook zo vaak gebeurd, de evaluatie in de garage zelf, en daar worden ook bonussen aangekoppeld. Ja. Hè? Dus moest dat zou eigenlijk vanuit de hoofdzetel beter niet via de garage verlopen. Dat zou getrouwheidsgewaar zijn, maar dat is dan nog een ander aspect van validiteit bij onderzoek. Goed, tips en tricks zijn er 9, hè. Het eerste is, dat was ook de vraag die we straks hebben, van wat ik persoonlijk heel goed vind, is 2 enquêtes te voorzien. Een hele korte enquête waarin je vraagt, bent u tevreden? Bent u van plan om te blijven? Gaat u aanbevelen? Hebt u al aanbevolen? En ik zou ook een open vraag gaan zien. Waarom bent u tevreden of waarom niet? Mm-hmm. Bijvoorbeeld gevraagd, tevreden op een 10-puntenschaal, kan u toelichten waarom u die score geeft? Ja. Dat is eigenlijk, dat kan op een kort kaartje zijn, gaat op de volgende slide zien, dat kan heel eenvoudig kort zijn. Hè? En dan kan je een langere enquête doen. Ik ben, zoals je waarschijnlijk al door hebt, fan van heel veel inventarisatie. Hè? Bijvoorbeeld wat, hoe, waar en zo verder. Hè? Met heel veel aspecten. Ik vind dat heel belangrijk dat je weet wat van die aspecten leidt, wat heeft het meeste effect voor bepaalde segmenten tot een inzicht te krijgen waarom dat klanten bijvoorbeeld trouw kunnen zijn. Hè? Dat is het eerste. Hè? Oei, sorry. Het tweede is ook als je geen tevredenheidsenquête kan doen, vraag feedback. Ik ben ervan overtuigd dat ieder bedrijf, één persoon in het bedrijf, altijd contact heeft met klanten. Telefonisch, per e-mail. Vraag, is alles naar wens verlopen? Ja. Zeker ook als je klachten behandelt. Je hebt daar zoveel tijd, energie en geld in gestoken. Vraag, als jij het gevoel hebt, heb je dat goed gedaan? Vraag gewoon, heb je dat goed gedaan? Mensen nemen dat voor vanzelfsprekend. Doe er dan in. Ah ja, juist, dank u wel. Mm-hmm. Dat gaat je relatie verbeteren, hè? Dat is, in de literatuur noemen we het question behavior effect. Als jij aan mensen vraagt, ben je tevreden en zijn tevreden, dan worden mensen daar nog eens bewust aan herinnerd. Ja. Je zegt niet, zijn jij tevreden, ga toch nog eens kopen? Dat is eigenlijk hetzelfde, maar eigenlijk doe je op een manier, Evelien, bent u tevreden? En jij zegt, ah juist, ja, dat is juist, ik ben wel tevreden. En onbewust gaat Evelien nog willen kopen bij mij. Hè? Prima. Goed, dat zijn eigenlijk enkele voorbeeldjes uit mijn dagelijkse leven, hè, van ergens een autobedrijf. Een kaartje dat als ze mijn auto gaan ophalen, dat inkt. En in de Oude Vismijn in Gent, een restaurantje, een heel kort kaartje bij de rekening, dat is direct ingevuld. Dat is niet beter kort en weinig feedback. De responsraad is heel groot, hè, en, mm-hmm. maar je hebt weinig feedback uiteraard. Maar voor meer feedback ga je misschien incentives moeten geven. Hè. De volgende ding is attributen identificeren als je naar een grote enquête gaat. Hè. Ik ben van oordeel, je moet niet het wiel gaan eruit vinden. Ik heb zo net gezegd, bijvoorbeeld van de servicekwaliteit, de reliability assurance. Er bestaat heel veel, uiteraard helaas, vaak wel wetenschappelijke literatuur. Je moet niet wetenschappelijk willen zijn en wetenschappelijk, maar ze hebben vaak bepaalde begrippen of dimensies aangetoond die misschien voor u van toepassing zijn. Hè. Heel essentieel aanpassen aan uw eigen context. Hè. En ook kijken naar via diepte-interviews of mensen vragen wat is de journey, wat is de weg die mensen afleggen om te gaan inventariseren. Hè. Soortenschalen, ik ga daar niet veel over kunnen zeggen, maar vaak wordt een 5-puntenschaal gebruikt. Ik ben eerder voorstander van een 7-puntenschaal, omdat je meer nuance hebt. Ja. Mensen zijn vaak meer tevreden, dus als je een gebalanceerde schaal hebt, dan moet je, als je meer punten hebt, ga je meer nuance hebben. Dat is 5, 6 en 7 zijn 3 items dat goed zijn. En als je bijvoorbeeld een 5-puntenschaal hebt, vaak kan het in de analyse de nuance voor meer dingen verklaren. Hè. Okay. Ook afhankelijk van het medium, als je telefonisch gaat, ben ik persoonlijk een voorstander van 10 punten. Een score geven op 10 is heel eenvoudig, gegeven dat je de vraag niet voor je neus ziet om ze te lezen. Hè. Een vijfde ding is heel basic invulinstructies. Hè. Zoals Evelien zegt, van kijk, je mag maar eentje kiezen, je mag er nu 2 kiezen. Je moet ook nagaan, voordat je uitstuurt, een keer in plaats van je enquête naar 1000 mensen te versturen, stuur ze eerst naar 2 mensen, laat ze ze luid op invullen voor te zien, is alles duidelijk en zo verder. Hè. Ook motiveren. Waarom moeten mensen überhaupt meedoen aan een vragenlijst? Zegt van, kijk, wij appreciëren uw mening, wij willen de service verbeteren voor u naar de klanten. Is het anoniem, ja of nee, vermeld dat. Hè. Dan gaan ze misschien ook bereid zijn om het meer in te vullen. En daar wil ik meteen op inpikken, want Willy vraagt ons hier eigenlijk, als ik een klantentevredenheidsonderzoek doe, is het aan te raden om anonieme vragenlijsten te gebruiken of vraag ik toch best naar de naam? Ik ben van het oordeel om dat anoniem te doen als het in functie is van analyse. Als je een relatie wil nagaan, welke aspecten leiden tot trouw, dan speelt dat voor mij geen rol. Is dat
klant A of B. Dat is gewoon de combi van alle antwoorden dat mij een patroon duidelijk maken. Hè. Als je natuurlijk dat wilt gebruiken als instrument om met mensen in interactie te gaan, dan kan je eventueel nog een apart papiertje hebben. Je kan bijvoorbeeld zeggen van je hebt een vragenlijst, je hebt nog een apart papiertje. Of je kan mensen via vragen zeggen, heeft u problemen, wilt u contact opdoen, bel mij. Soms, ik denk als je als mensen met jou in contact willen treden, dat een tevredenheidsenquête heel goed is. Maar ja, anoniem zijn zorgt wel uiteraard voor je respons. Hè. Ja. Want ja, anders kan ze zeggen, Evelien, je hebt gezegd dat ik niet goed uitleg heb gegeven. Ik heb je dat toch wel uitgelegd. En mensen gaan dat misschien niet graag hebben. Hè. Ja. Dus, maar anoniem zijn is wel iets dat voor veel mensen speelt. Ook afhankelijk van... Ik heb mijn doctoraat bij de banksetting gedaan. Dat is zeker heel gevoelig, hè, over geld. Dus met dat anoniem is, gaat dat de respons toch aan... Ik had toch vaak zelfs de respons tot 30%, wat dat heel veel is. Maar het is soms een kwestie van hoe dat je het aanbrengt, of wat dat je ermee doet, of hoe dat je het, via welk medium dat je het aanbrengt. Hè. Waar zitten data? Hè? Dus belangrijk is rijkere inzichten. Ik ben een voorstander van er zijn iemand dat ze tweejaarlijkse enquêtes doen. Ik zou dan in die persona van die vrouw in haar geval ook nagaan in evoluties. Ook als je dezelfde klant kan trekken, hè, identificeren. Ja. Wat is er met die klant gebeurd over de tijd? Heeft hij meer of minder gekocht als je misschien in je verkoopsdata en je kan je tevredenheid doen. Je kan ook nagaan bijvoorbeeld op online, wat zeggen mensen op Facebook, of soms is het heel eenvoudig, hè. Mm-hmm. Er wordt heel veel over je verteld en je hebt het niet altijd door. Hè. Uiteraard bij het een bedrijf en product meer dan andere. Response vermanen is belangrijk. De lengte van een vragenlijst gaat heel bepalend zijn. Als je een vragenlijst hebt van 5 pagina's, uiteraard gaan mensen daar minder geneigd voor zijn. Een kleine truc is als op voorhand aangeven, het gaat zo lang duren, of u zit al zo ver op in de vragenlijst. Of overwegen een korte vragenlijst te doen, om te weten, zijn we goed bezig, en dan een langere vragenlijst met een incentive en minder mensen, maar genoeg om te analyseren, om de oorzaken te detecteren. Hè. En dan ook respons met bepaalde vragen. Hè. Je moet soms bepaalde vragen... Ja, ik zou graag weten hoeveel dat iemand verdient, maar ik kan mijn categorieën zo ruim maken dat ik beter ruime informatie heb dan geen ingevulde vragen. Ja. En dat is ook uiteraard belangrijk. Hè. Incentives is uiteraard belangrijk. Hè. We gaan mensen incentives geven. Ik ben daar geen expert in, hè, maar je hebt daar ook regelgeving rond dat je een incentivesvraag moet doen bij een wedstrijd. Je moet ook zien met de privacy, als je mensen... Je zegt, het is een anonieme enquête en je zegt, je kunt een prijs winnen, ik moet die naam hebben, dan moet dat het liefst op een papiertje apart, want dan is dat uiteraard niet anoniem. Hè? Je mag misschien, als je bijvoorbeeld een enquête doet bij de bank, mag je zeggen, krijg je er 100 euro op je gezichtsrekening. Ik denk dat dat dingen zijn die niet mogen. Hè? Je moet daar bewust voor zijn. En sommige klanten zeggen dat, want weten dat. En online, offline, hè. Dus er kan heel veel online, maar je moet nagaan, als je enquête online doet, is heel gemakkelijk, heel goedkoop, maar ga je dan iedereen kunnen bereiken. Ja. Hè? Je kan uiteraard combinaties doen, zeggen, ik kan online doen, ik kan een paar mensen offline aanspreken, en zo verder. Hè? Dat brengt me bij het laatste. Ik ga daar heel snel kort doorgaan. Wij hebben een soort toolkit met in Excel. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het zijn 3 tabbladen. En dat bestaat uit verschillende dingen. Stel nu, je gaat een vragenlijst opstellen en je gaat data verzamelen. Dus eerst maak je vragenlijst. Je gaat inventariseren. Welke vragen wil ik erin? Hè? Je gaat je data in een Excel-tabel zetten. Heel eenvoudig. Per kolom een vraag. Per lijn een respondent. Hè? En dat is bijvoorbeeld een soort vragenlijst dat je kan doen. Hè? Dat zijn de vragen die je hebt verzameld. Hè? Dat is een voorbeeldje. Hè? Dan ga je de performance meten. Performance wil eigenlijk zeggen, hoe goed ben ik bezig? Door zegt, in welke mate bent u tevreden over aspect, de kwaliteit van het product? Hè? Dan ga je het gemiddelde berekenen. Het gemiddelde van het antwoord zegt eigenlijk, hoe goed heb je dat gepresteerd? Wat is die performantie? Hè? Je kan datzelfde doen voor u, maar ook voor de concurrentie eventueel. Ja. Hè? Dan is het iets moeilijker, dat is de importance meten. Hè? Waarom is iets belangrijk? Je gaat al die attributen linken aan een outcome variabele. Je gaat bijvoorbeeld zeggen, je hebt de kwaliteit, je hebt de prijs, en je hebt de mate dat mensen trouw willen blijven. Je kan al die variabelen eigenlijk linken aan elkaar. Hè? Dat kan univariaat via een correlatieanalyse in Excel, staat er daarbij, correlatie. Hè? Mijn data, ik heb 120 respondenten, in mijn kolom B staat bijvoorbeeld mijn tevredenheid aspect 1, in kolom D staat mijn trouw. Ja. Via die formule heb ik gewoon een getal, hè? Dat gaat tussen min 1 en 1. Hoe groter het getal, hoe sterker het verband, hoe kleiner, hoe minder het verband. Een positief getal wil zeggen een positieve relatie, een negatief getal wil zeggen... Ja, maakt het heel vatbaar. Het is heel eenvoudig, dat verstaat iedereen. Dat is eigenlijk, het is een schaal dat van min 1 tot 1 gaat. Je kunt dat zelfs nog maar 100 doen, zeggen 100%, min 100%, als dat visueel gemakkelijker is. En dan ga je dat gewoon gaan kaderen.
Dus je gaat zeggen, ik heb bepaalde aspecten gemeten. Hoe scoren wij daarop? Dat is eigenlijk de performantie. En hoe belangrijk zijn die? En dat zijn eigenlijk, kan je kwadrant maken. We hebben ook een documentje op de site gezet. Dat een document is van de Marketing Science Institute, waarbij ze een gelijkaardig voorbeeldje geven. Dan kan je dat zien, dat je dat zelf ook kan nabootsen. Ik ben altijd een persoon die heel veel informatie geeft, Evelien. Ja, geen probleem. Wat ik nog even kan zeggen, is dat die laatste 10 stappen, dat is eigenlijk de toolkit die we jullie aanbieden, waarmee jullie aan de slag kunnen. Die Excel-file staat nu ook bij de download, maar die ga ik ook via mail nog even doorsturen, zodat jullie zeker ook echt praktisch aan de slag kunnen. En dan is het nog laatste woord, en nu voor even een wrap-up te maken. Ja. Wat hebben we vandaag geleerd? Ja, ik heb heel veel informatie gegeven, maar we zullen ons houden bij de drie dingen. Het eerste heeft te maken met de wat, waarover ging het vandaag? Het heeft te maken met feedback. Feedback is eigenlijk heel veel, hè? Dus je moet rekening houden met wat je hebt gekregen met wat je verwacht had. Vanuit het hele traject dat een klant aflegt, hè, waarbij ook verschillende klanten of segmenten, niet iedereen zit zelf. Dat is eigenlijk het feedback gegeven. Hè? Het tweede is het waarom. Waarom in godsnaam feedback? Waarom heeft te maken met drie dingen. Enerzijds voor de klanten zelf. Hè. De klanten gaan tevreden zijn, dat gaat hun kunnen houden. Hè. Het gaat effect hebben op je bedrijf qua winst, maar ook op het personeel. De employees gaan er ook iets mee te maken hebben. Dat gaat ook effect hebben op hunzelf. En tenslotte, om dat te kunnen waar te maken, gaan we helaas moeten meten. Hè. Ja. We gaan dat op de goede manier moeten doen. Het is niet enkel meten. In de poppel hebben we gezien dat sommigen meten, maar eigenlijk niet analyseren. Ja. Allee, ik zou jullie wel willen aanstaan om toch proberen te analyseren en te rapporteren. En dat kan heel eenvoudig zijn. Je zegt van, hoe scoren we op iets en hoe belangrijk is iets? Dat is heel eenvoudig in een gemakkelijke matrix. Oké. En dat was het eigenlijk. Hè? Goed. Voilà, dankjewel. Goed, ik zie dat er nog een belangrijke vraag is binnengekomen. Ik ga even scrollen. Ik moet even wel toegeven dat ik hem niet in mijn beeld krijg. Maar geen nood, we gaan hier afronden met het beeldverhaal. We gaan nog even online blijven, dus de vragen die nu nog in onze mailbox zitten of in onze questionbox zitten, gaan we nog online beantwoorden en we gaan die antwoorden ook delen aan iedereen. Dus als je nog even geduld hebt, dan kan je ook nog via de chatbox nog even het vraag-en-antwoord-verhaal volgen. Zeker. Ik bedank jullie voor jullie aandacht. We zijn een beetje uitgelopen, maar ik hoop dat jullie het toch zeer interessant vonden. Ik vond het alvast heel interessant. En ik zie jullie graag terug op een volgende webinar. Op onze website vind je nog informatie over de volgende webinars. Ja.